Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze oriënterende ronde die ik graag bij deze ook wil openen. Als iedereen zijn of haar plaats wil innemen, dan kunnen we ook daadwerkelijk beginnen. We beginnen uiteraard met agenda punt 1, opening en mededelingen. Zijn er mededelingen vanuit de raad? Geen mededelingen? Dan zijn we bij agenda punt 2, vaststellen van de agenda. Kan deze agenda zoals die is uw goedkeuring wegdragen of zijn daar wijzigingen op? Geen wijzigingen. Dan zijn wij aangekomen bij het spreekrecht, agenda punt 3. Daar hebben zich twee insprekers gemeld voor vanavond. Dat is meneer Gerritsen, of drie insprekers. Dat is meneer Gerritsen uit Bergentheim. Meneer Schoenmaker namens Centrum Management Stad Hardenberg en de Dedemsvaartse Middenstandscentrale. Dat gaat over agenda punt 4. En meneer Veurinken die zal ook inspreken over agenda punt 4. En daarom beginnen wij eerst met de inspraak van meneer Gerritsen. Mag ik meneer Gerritsen vragen achter het spreekgestoel te plaatsen nemen? Doet u maar rustig aan, meneer Gerritsen. U kent het klappen van de zweep, hè? U heeft 5 minuten. Als u daarna nog even wilt blijven staan om eventuele vragen van de raadsleden te beantwoorden, heel graag. Ga uw gang. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte raadsleden van onze mooie gemeente Hardenberg. Gisteravond was ik aanwezig bij de presentatie van het eventuele go-no-go windmolenproject 6. Windwethouder Jan den Katen probeerde naarstig alle vragen van de stampvolle zaal te beantwoorden. Wegens nog te weinig kennis van deze kostbare projecten had hij het moeilijk. Mede omdat er niet één positieve reactie gehoord werd. De wethouder eindigde met: jullie moeten een bewonersplatform en een omgevingsadviesgroep gaan vormen. Stuur het draagvlak en de uitslag naar mij en dan besluit de raad, dus u allen, over het lot van ons, de slachtoffers. Want, geachte raadsleden, gebleken is dat de volle zaal zich zo voelde als de wethouder voelde met ons mee, hopelijk u ook. Als effectieve alternatieven zijn het planten van 20.000 of 30.000 bomen, het stimuleren van waterstofgebruik, het bouwen van kerncentrales, het plaatsen van zonnepanelen op daken en ongebruikte aangeboden velden. Opslag van CO2 in de holle gasruimte onder Hardenberg en stop de NAM BV met het boren van 2 nieuwe gasputten om tot 2033 nog meer gas onder ons op te pompen. Willen we onze kinderen een fijne toekomst aanbieden, stopt Poetin dan met het richten van zijn 2000 kilometer lange afstandskernkopraketten op ons en onze idiote miljoenen verslindende molens. Leer ons kinderen discipline, opdat ze ons land kunnen bewaken, zodat we de duizenden jongens uit Engeland die ons in 40-45 hebben bevrijd, niet meer hoeven te bedanken. Van mijn kameraden liggen er nog 6.000 begraven op Java. Geachte raad, CO2-vrij zijn betekent dat je een grote kaastolp over ons mooie landje zou moeten plaatsen. Dus onmogelijk. Neem een anti-windmolenbesluit met de duidelijke gegevens van de bijeenkomst en laat ons geen groepjes, CQ, kleine gemeenteraadjes gaan vormen en de wethouder de verantwoording op te dringen. U moet besluiten. Veel sterkte
met uw hopelijk burgervriendelijk no-go-besluit. Frans Gerritsen, Varooiersweg 67, A. Bergentheim. Dank u wel voor het horen. Ik wil graag een antwoord geven op vragen. Dank u wel, meneer Gerritsen. Als er vragen zijn, zijn er vragen voor meneer Gerritsen? Meneer Roelofs? Ga uw gang, meneer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Meneer Gerritsen, ja. We hebben elkaar gisteren in Bergentheim ook gezien. Daar heeft u ook een aantal van uw vragen kunnen stellen. Die sessie was ruim bezocht en ook door een heleboel raadsleden, wil ik er vast bij zeggen. Oh. Dus die zijn zeker al betrokken bij dit traject. Evenals onze wethouder, waarvan u er misschien een ander beeld bij heeft dan ik. Wat ik graag wil aangeven is dat wat u een go-no-go moment noemt gisteravond, dat heb ik niet zo ervaren. En dat was ook zeker niet aan de orde. Daar is geen besluit gevallen. Wat u daar heeft gehoord en gekregen, is vooral een uitnodiging om actief deel te nemen aan dit proces. Ja. En ik zou die uitnodiging nog eens graag bij u willen onderstrepen. Dus ik snap uw mening en ik snap uw bezorgdheid. Ja. Dus meld u aan bij een werkgroep en laat uw stem daar horen. Nou, ik ben ook van plan, als dus ik toch een groepje moet vormen, om meteen te melden bij het bewonersplatform. Dus ik ben niet onwillig om heel hard mee te werken. Want in 2017, toen hebben we hier ook een enorme vergadering gehad over die windmolenproblemen. En toen heeft dus daar bij ons gespeeld, hoe doen we dat? Want toen waren er al door een windmolenboer bij de 12 mensen, boeren, die hadden daar een bezoek gehad van die man. En we wisten van elkaar niet daar in de buurt wie nou wel of niet misschien een voorlopig contract had getekend. Dat hebben we toen, ik heb dat met Buns Koek en Wilshaar meteen gezegd, jongens, laten we dan een werkgroepje vormen. En we vragen die boeren bij ons met een verklaring, ja of nee. Nou, dat was alweer een heel probleem. West wou niet samen met Oost. Dus eerst kwam West op een vergadering. Volgende vergadering kwam Oost. Ik heb duidelijk gevraagd, ja of nee. Nee, niemand had getekend. Ze hebben we allemaal keurig genotuleerd. Ik had 7 argumenten en ik had een bepaald systeem om een draagvlak in te dienen. Want daar vroeg toen het college om. En toen, op dat moment dat alles klaar was, ik had ook contact met Peter Hermans, die zegt, Frans, heb je het nou al klaar? Ik zei, ja, ik heb het klaar. We hebben een notulen en we kunnen daar duidelijk een draagvlak naar het college indienen. Meneer Gerrits, mag ik? Ja, ik wil u even onderbreken, want ik denk dat meneer Roelofs, die riep u op om uw betrokkenheid te tonen. En ik denk dat uw betrokkenheid zeer heeft getoond vanavond en ook in het verhaal dat u nu doet. Dus ik denk dat het meer dan duidelijk is. Als er nog vragen zijn aan meneer Gerrits, andere vragen, dan kan dat, maar niet. Nou, dan wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage, meneer Gerrits. En tot een volgende keer. Dank u wel. En misschien ziet u mij bij leven en welzijn nog wel gelukkig terug. Veel sterkte nog met het werk wat u moet doen. Dat is best moeilijk, hoor. Dank u wel. Dan zou ik meneer Schoenmaker willen vragen om achter de spreekgestoel te plaats te nemen. Dank u wel, voorzitter. Ik weet dat ik maar 5 minuten heb, dus ik moet het kort houden. Mijn naam is Henk Schoenmaker en ik wil u graag aangeven, dames en heren van deze raad, dat ik hier sta als voorzitter van de Stichting Centrum Management Stad Hardenberg, maar ook namens de Delensvaartse Middenstandscentrale uit Delensvaart. En dat doen we omdat we niet 2 keer hetzelfde verhaal willen vertellen. En daarom hebben we gezamenlijk besloten om met 1 persoon als spreker aan te melden. En ik mag dat vanavond zijn. Met de voorbereiding dacht ik van, ik kan wel een half uur vullen als ik inga op allerlei details. En dat ga ik niet doen. Maar ik ben wel blij dat ik de gelegenheid kreeg om hier vanavond te staan. Er is in de afgelopen tijd heel veel gesproken door de bewoners van de gemeente Hardenberg. En ook u als raad hebt de afgelopen tijd veel energie gestoken in de hele discussie rondom de zondagopenstelling. En uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een proef die het vorig met diverse stakeholders is geëvalueerd. De enquête die spreekt daar boekdelen van.
En vandaag staat het voorstel tot wijzigen van de verordening winkeltijd in Hardenberg als raadsvoorstel op de agenda van deze oriënterende raad. Uiteraard zijn wij, de DMC en centrummanagement, blij dat na een lange periode van discussie nu een belangrijk onderwerp ter bespreking ligt en hopelijk ook tot besluitvorming zal leiden. Uiteindelijk kunnen wij ons vinden in de ingeslagen route. Maar er zijn twee punten in het raadsvoorstel die ons zorgen baren. En dat is ook de reden dat ik hier vanavond namens beide partijen mag inspreken. En dat zijn de supermarkten en de winkels. En ik begin maar even bij de supermarkten. In het raadsvoorstel mogen supermarkten in alle kern van de gemeente Hardenberg van april tot oktober open zijn. En daarnaast mogen ze ook nog de zondag voorafgaand aan kerstmis en oud en nieuw open. En daarnaast zouden ze ook open mogen zijn op de zondagen dat de winkels open zijn. Maar om duidelijkheid en een eerlijk speelveld met de plaatsen ook buiten de gemeente Hardenberg te creëren, en daar moeten wij ook mee concurreren, pleiten wij als besturen ervoor om alle supermarkten in alle kernen de mogelijkheid te geven om 52 zondagen per week open te kunnen gaan. Of hier door de diverse supermarkten gebruik van zal worden gemaakt, dat is natuurlijk aan hen. Maar hiermee wordt de consument duidelijkheid gegeven en zal uiteindelijk de markt bepalen hoe vaak de supermarkten open zullen zijn. De voorgestelde periode april tot en met oktober voorziet wel in een behoefte van het toeristisch seizoen, maar er zijn ook kernen die geen of in mindere mate een toeristisch seizoen kennen. En er komt nog bij dat de inwoners uit de gemeente Hardenberg de vraag in die periode niet afwijkt van de vraag die ze hebben als consument buiten die periode. Dat ten aanzien van de supermarkt. Dan kom ik bij de winkels. Ten aanzien van de winkels voorziet het raadsvoorstel in de mogelijkheid dat winkels in alle kernen van de gemeente Hardenberg maximaal 10 keer per jaar open mogen. In de basis zijn we het met het aantal van 10 wel eens en willen dat ook helemaal niet ter discussie stellen. Wel willen wij u vragen om het voorstel aan te passen naar 10 openingsmogelijkheden per kern. En hierdoor kan elke kern voor zichzelf beslissen of zij al dan niet gebruik wil maken van koopzondagen. Ook wanneer het in de kernen een eenling zou kunnen betreffen, heeft dat geen gevolgen voor de openingsmogelijkheden van de grotere kernen. En uiteindelijk zijn de kernen van de gemeente Hardenberg ook onderling met elkaar in strijd om diezelfde consument. En hiermee krijgen de winkels in de grote en kleine kernen een gelijk speelveld. En wanneer dit niet op de juiste manier wordt ingevuld, zien wij als DMC en centrummanagement problemen in het vinden van een juiste afstemming met de eigen ondernemers, maar ook met elkaar en de overige ondernemersvereniging in de gemeente Hardenberg. En namens de DMC en centrummanagement Hardenberg zou ik u als raad willen vragen om onze opmerkingen te harte te nemen en dat u uiteindelijk zult komen tot een definitief besluit wat voldoet aan onze wensen. En ik dank u wat dat betreft voor uw aandacht en uiteraard ben ik, mevrouw de voorzitter, graag bereid wat te beantwoorden van vragen. Hartelijk dank, meneer Schoenmaker, en keurig binnen de tijd. Ook daar dank voor. Zijn er vragen voor meneer Schoenmaker? Meneer Brink, meneer Gelling en meneer Rodemond. Meneer Rodemond, ga uw gang. Voorzitter, dank u wel. Even een vraag aan de heer Schoenmaker, als u mij dat toestaat. Dit gaat eigenlijk over de beide zorgpunten. Eén vraag, maar misschien uitgesplitst in twee antwoorden. U heeft het over de supermarkten en aangaande de eerlijke concurrentie met andere gemeenten pleit u voor een openstelling van eigenlijk 52 weken voor de supermarkten. En voor de overige winkels die 10 keer per jaar prima, maar laat de kernen zelf kiezen wanneer dat plaatsvindt. Ik snap de beweegreden, maar toch even een vraag daarover. Als het gaat over de wat kleinere familiebedrijven, die voelen zich, zo hebben we dat vaker in deze raad gehoord, wat gedwongen als het gaat over de zondagsopenstelling om mee te doen, om ook maar mee te kunnen gaan in
de tijd, de vaart der volkeren, zo u wilt. Heeft u zicht op het gevoel van juist deze bedrijven, zowel bij supermarkten als bij overige winkels, als het gaat om uw pleidooi? Kunnen zij mee, als het ware, met deze beweging? Ja, dat kunnen ze. Laat ik beginnen dat ook wij onze zorg hebben, vooral als het gaat om de wat kleine ondernemers, met, ik noem het wel eens de papa-mama bedrijven, om die te vragen om heel veel zondagen als winkel, dan heb ik het even niet over de supermarkt, om als winkel open te zijn. Daarom hebben wij ook juist aangegeven dat wij het aantal van 10 meer dan voldoende vinden. En wij vragen dus niet om elke zondag de winkels open te hebben, want dat is juist ook mede ter bescherming van die wat kleinere ondernemers. Ik heb vanmiddag toevallig een onderneemster gesproken die zegt van, doe het mij alsjeblieft niet aan dat ik het hele jaar alle zondagen mijn winkel open moet hebben. Ik zeg nou, dan heb je niet goed naar ons geluisterd, want wij willen absoluut niet meer dan 10. En ik denk dat wij misschien niet eens aan die 10 zullen komen, maar dat is nog afwachten. Dat hangt ook uiteindelijk van het besluit af wat u als raad nog moet gaan nemen. De supermarkten, dat is een ander verhaal. De supermarkten zijn over het algemeen wat grotere bedrijven met meerdere personeelsleden die ook over het algemeen flexibel inzetbaar zijn. En laat één ding ook hier heel helder zijn, dames en heren, van wij verplichten niemand. En we vragen u ook niet om wie dan ook te verplichten om op zondag open te gaan. Het enige wat wij u vragen, geef de mogelijkheid aan diegenen die dat willen om op zondag open te gaan. En dan ook nog in een beperkte tijd van 1 uur tot 5 uur. Dus ook niet de hele zondag, alleen de zondagmiddag. En ik weet van heel veel bedrijven, die hebben, vooral de wat grotere, die hebben enquêtes gehouden onder hun personeel. En die konden vrij aangeven van wil ik wel werken op zondag, wil ik niet op zondag werken. En dat wordt voor 100% gerespecteerd. Hartelijk dank. Heeft u een aanvullende vraag, meneer Rodemoort? Ja, eigenlijk wel, voorzitter. Kort alstublieft, meneer Rodemoort. Als het gaat over... ik haak een beetje aan op de noodkreet bijna van de kleine winkelier die u aanhaalde. Doe het mij alstublieft niet aan om meer dan 10 keer. Daar zit ook een beetje een emotie in van, ja, die 10 keer is, dat voelt al wat veel. Zijn er ook signalen bijvoorbeeld dat winkels wel op zondag open gaan, omdat daar wat meer klanditie te halen valt en op andere momenten juist dicht gaan. Ik denk er namelijk aan dat bijvoorbeeld de overburen van de ChristenUnie zegt van ja, die 24 uur, 7 dagen per week, economie, meer. Moeten we dat allemaal wel willen? Je zou ook kunnen zeggen dat er een verschuiving van de tijden plaatsvindt. Heeft u daar enig beeld van? Kunt u dat schetsen? Nou, ik zou bijna zeggen van, ik kan verwijzen naar de enquête die gehouden is onder heel veel, zeg maar in feite onder alle deelnemers. Alleen de opkomst daarvan, het aantal was 37%, waarbij met name het aantal bedrijven wat gereageerd heeft op enquête in Harderberg en in Dedersvaart bijna aan elkaar gelijk waren. Want dat zat tegen 50% deelname, wat op zich heel erg hoog is voor een enquête. En in die enquête wordt juist heel nadrukkelijk aangegeven dat men er op zich achter staat. Alleen de een heeft wel zorgen en er zijn ook mensen die tegen zijn. Ik bedoel, wij zeggen ook van laat elke ondernemer zelf bepalen of die open wil of niet open wil. Wij zeggen niet u moet open. We zeggen ook niet tegen de medewerkers van je moet werken. Het is de eigen keuze en daar pleiten wij voor. Dank u wel, meneer Schoenmaker. Meneer Gelling, ga uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Schoenmaker, dank. De VVD is natuurlijk in hoofdlijn met u eens dat niemand verplicht zou moeten worden. Iedereen zijn eigen keuze zou moeten kunnen bepalen. Maar toch ga ik even aan ook op de vragen van meneer Ordemond en op met name uw gelijke speelveld, hè, wat u wilt creëren. En dan heel specifiek voor de supermarkt, want is dat speelveld, en vraag het u als ondernemer, hè, dus het bestuur komt zo meteen, maar is dat speelveld in uw beleving voor ondernemers zo gelijk? Hè? Of kunt u zich ook in de gedachten vinden dat bijvoorbeeld ook supermarkten in de wat kleinere kernen zeggen, nou ja, wij voelen ons toch wel min of meer gedwongen dat als de grote supermarkten, want ook daar zit natuurlijk wel een gradatie in grootte, in omvang en bedrijfsstructuur, als die open gaan, dan worden wij min of meer gedwongen om daar mee te gaan. Dus is er dan nog steeds sprake van de zo gepropageerde vrijheid van handelen? Of kunt u zich als ondernemer ook wel voorstellen dat daar toch een wat gedwongen winkelnering in zit?
Nou, nogmaals, Ger, ik van de supermarkten, groot of klein, hebben de keuze om open te gaan. Ik weet dat er supermarkten zijn die absoluut niet open gaan. Dat kunnen ze wel groter zijn. Maar er zijn ook de wat kleiner, die hebben op voorhand dan aangegeven van als ze koopzondag zijn, wij gaan niet open. Dat kan om verschillende redenen zijn. Hè. Dat kunnen principiële zijn, maar dat kunnen ook personeel organisatorische redenen zijn. Of dat men gewoon zegt van, mijn marktgebied is te klein om op zondag mijn winkel open te hebben. Maar het is aan de ondernemer om dat te bepalen. Wij gaan niet voor een ondernemer bepalen van, je moet wel of niet open. Wij zeggen alleen van, ondernemer, als u open wilt, heb je de gelegenheid. Dank u wel. Meneer Brink, ga uw gang. Mijn vragen zijn beantwoord, mevrouw de voorzitter. Oké, dat is mooi. Dan dank ik meneer Schoenmaker hartelijk voor uw bijdrage van vanavond ook weer. Graag gedaan. Meneer Feurink, zou u achter het spreekgestoel plaats willen nemen? Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dat ik hier het woord mag voeren. Ja, een lastige problematiek. De zondagsopenstelling. En ik had vanmiddag, nou ik ben er al wat langer mee bezig, maar er was mij gevraagd om hier wat over te vertellen. Ik ben plaatselijk ondernemer hier, mijn naam is Gerard Feurink. Ik ben slager van beroep, ik heb een winkel aan de Europaweg. En ja, om iets te vertellen over de koopzondag openstelling. En ik neem aan dat u als raad een belezen raad bent. U kent de ins en outs, u kent de voor- en nadelen van een koopzondag. En dat is best wel lastig, want er wordt aan allerlei fronten wat er aan u getrokken. En ik zelf, ja, kan ik zeggen, ik ben er principieel op tegen. Dat ben ik ook. Vanwege mijn christelijke achtergrond. Maar goed, er valt ook veel meer te zeggen op het sociale vlak. En natuurlijk ook over het commerciële vlak. En dat is heel lastig. Want wat is er nu belangrijk voor een koopzondag? Waar leggen we de lat neer? Of hoe hoog moet die lat zijn? Wat vinden we als raad van Hardenberg, wat vinden we belangrijk? En dat is een lastige. Heel persoonlijk zou ik zeggen van, kies voor dat rustpunt. Als we als raad heel persoonlijk naar onszelf kijken, zijn we allemaal gehecht aan een rustpunt in onze week. In ons dagelijkse werk, waarom op allerlei manieren wordt er aan ons getrokken. We zijn druk met elkaar en dan is een rustpunt is erg lekker. Voor de ene is een rustpunt de zaterdag, voor de ander de rustpunt de maandag. Maar voor de meeste van ons is zondag de rustpunt. En een rustpunt komt optimaal tot zijn vorm als iedereen dat rustpunt heeft. Want als je allemaal een rustpunt hebt, kun je ja, sociale ontmoetingen houden. Hè? Met je familie, met je gezin, whatever. Dus je legt dan meer nadruk op het welzijn als op de welvaart. En dat vind ik een belangrijke. We kunnen altijd werken, werken en nog eens werken. Maar we zijn allemaal ons rustpunt nodig om die accu op te laden. Om weer volop te kunnen presteren in je normale werkweek. En ik vind dan ook belangrijk. Hè, mijn vader zei wel eens vroeger van, nou Gerard, als je het in 14 of in 50 weken niet kunt verdienen, kun je het ook in 52 weken niet. Dus met andere woorden, ik pak gewoon mijn 2 weken vakantie. En in feite geldt dat ook zo. Met een werkweek. Kunnen we het met elkaar in 6 dagen niet verdienen, kunnen we het ook niet in 7 dagen. Dus wat is nou het belang van een koopzondag? Is de economisering van de samenleving, willen we die kant op, hè, dat dat belangrijk wordt? Of gaan we toch zeggen van jongens, we kiezen veel meer voor een welzijn van ons gemeenschappelijk goed. En ik zou daar sterk voorstander van zijn en ik zou dat de raad ook graag ja, op het hart leggen van ja, waar willen we met elkaar naartoe? Als we puur naar onszelf persoonlijk kijken, wat is belangrijk? En ik denk dat uiteindelijk als we cijfertjes lezen, zowel in binnenland als buitenland, dat een koopzondag weinig tot niets extra's toevoegt als het gaat om omzetstijging, het wordt meer omzetspreiding. En als het gaat om extra banen, nou, die zijn ook niet heel. Dus wat uiteindelijk, wat schieten we ermee op? Dus als we duidelijkheid willen verschaffen, dan zou ik zeggen, hou de zondag gewoon als rustdag. Is voor iedereen duidelijk. Is voor de consument duidelijk. Is voor ons als gemeenschap duidelijk. En we genieten optimaal van een rustdag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Feurink, voor ook uw duidelijke bijdrage. Zijn er vragen voor meneer Feurink?
Geen. Meneer Gelling, ga uw gang. Dank u wel. Ik moet ook oppassen, voorzitter, want meneer Vunk is ook mijn slager. Is niet alleen de rustdag is lekker, maar zijn leverworst in het bijzonder. Dank u. Bij deze meneer Vunk een kleine reclame uwerzijds. Omdat ik de volgende keer naar binnen mag. Ja, uiteraard. Maar dan toch een wat meer serieuze vraag. Want alle respect voor uw motieven. Maar waarom vindt u het zo vervelend dat iedereen zijn eigen rustdag kiest? Voelt u zich, nou, dan heb ik eigenlijk over het gelijke speelveld. Hè? Voelt u zich, als de zondag geen verplichte rustdag meer is, voelt u zich dan gehouden om die ook in te leveren vanuit commerciële motieven? Want feitelijk is de gedachte dat iedereen de rustdag mag bepalen wanneer hij dat wil. Dus dan is er geen noodzaak om dat op zondag te doen. Tenzij u zegt van ja, maar als anderen gaan werken, dan moet ik dat misschien ook. En dan tast het mijn eigen keuzemogelijkheid aan. Ja, de vraag is duidelijk. Nou goed, wedervraag. Als u een gezin zou hebben met meerdere kinderen en één van uw kinderen zou moeten werken omdat hij bijvoorbeeld in Zwolle werkt en daar is een openstelling van een zondag, dan is het gezin niet compleet. Ja? Dus hoe mooi zou het zijn als iedereen een gelijke rustdag heeft? Want dan kunnen we optimaal gebruik maken van de sociale omkijken naar elkaar. Hè? Als het gaat om gezin, als het gaat om familie, als het gaat om vrienden, whatever. Het ziet eruit alsof meneer Gelling u begrepen heeft. Dank u wel, ja? Meneer Vunk. Ja. Geweldig. Dan gaan wij over. U mag weer gaan plaatsnemen als u wilt. Nou, bevalt me wel goed. Ja, wilt u voor mij? Maakt niet uit, oké. Dat brengt ons bij agenda punt 4. En dat is ook waar de laatste inspraken over gingen. Namelijk wijziging verordening winkeltijden Hardenberg 2014. En dan tussen haakjes de zondagsopenstelling. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Stelpstra, meneer Brink. Mevrouw Klok. Meneer Rodermond. Ik ga even meeschrijven. Meneer Rodermond. Meneer Geesink. Meneer Jonkhans. En meneer Schuurman. Ik begin bij meneer Schuurman. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, 50PLUS is van mening dat de supermarkten wat ons betreft 52 zondagen per week open moeten. En dan wel van 1 tot 5. Andere winkels willen wij graag open zien op 10 keer per jaar. Maar dan wel per kind zelf laten vaststellen. Dus niet opleggen via de gemeente. Maar zelf laten vaststellen wanneer ze dat willen. Dank u wel, meneer Schuurman. meneer Geesink. Ja, ik sla u niet over, meneer Jonkhansen, maar ik kies er vanavond voor om meneer Geesink eerst het woord te geven. En dan een soort van willekeurige volgorde. Ga uw gang, meneer Geesink. Dank u, voorzitter. Wij van Op Koers nu zijn blij dat de wens om te starten met de koopzondag is opgepakt en dat er uitvoering aan wordt gegeven. We hebben nog wel de volgende vragen. Het verbaast ons wel een beetje dat de supermarkten in de wintermaanden gesloten zijn op de zondagen. In hoeverre is dit in overeenstemming met de wens van de supermarkten? De winkels in de gemeente Hardenberg dienen op dezelfde zondag geopend te zijn. Dus Hardenberg en Dedensvaart geopend op dezelfde zondag. Kunt u uitleggen wat hier de reden van is en hoe het wordt opgelost als Dedensvaart en Hardenberg niet tot overeenstemming komen op welke zondag men open gaat? De supermarkten zijn straks grotendeels geopend op zondag, terwijl kleine zelfstandigen, de slager, bakker, slijterij, die veel concurrentie ondervinden van de grootschalige supermarkten, dan niet in de gelegenheid worden gesteld om open te gaan. Dit lijkt me eigenlijk een vorm van oneerlijke concurrentie. Graag uw mening hierover. Verder heb ik nog twee opmerkingen, of één opmerking. Op de afgelopen proef met de koopzondag was het parkeerdek op Verwevelijk Hoofdplein gesloten. Het zou mooi zijn als deze ook open zou zijn. Dat zou de parkeerproblematiek verminderen. Dank u. Dank u wel, meneer Geesink. Mevrouw Klok. Wij als VVD zijn eigenlijk benieuwd of de uitkomst, het voorstel zoals het ligt, of dat aan de hand van de enquête, of dat vastgesteld is aan de hand van de enquête, want die laat ook nog wel andere cijfers zien. En wij zijn eigenlijk ook benieuwd naar die 10 overige zondagen voor de winkels, of dat gelijk getrokken kan worden inderdaad over alle kernen. En niet over de hele gemeente Hardenberg.
Wij zijn van mening dat de ondernemers inderdaad zelf heel goed weten wat de omgeving vraagt en dat ze daarop anticiperen. En ja, daar ben ik even benieuwd naar de portefeuillehouder. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Klok. Minister Telpstra. Dank u wel, voorzitter. Na de pilot met de zondagsopenstelling, die afgelopen zomer is gestart en inmiddels is afgerond en geëvalueerd, gaat het ineens hard. U weet dat de ChristenUnie moeite heeft met dit onderwerp. Maar we zijn niet blind voor de wensen van de meerderheid in de maatschappij en ook in deze raad. En dat daarvan getuigt ook onze deelname aan deze coalitie. Democratie is meer dan de wil van de helft plus één. Het hart van de democratie gaat over een meerderheid die rekening houdt met de minderheid. En zo zien wij ons als ChristenUnie als het gaat over dit onderwerp, de minderheid. Nog een jaar na de verkiezingen ligt er een voorstel voor zondagsopenstelling in de gemeente Hardenberg. En wij hebben echt zorgen over deze ontwikkeling. Het college doet een aantal constateringen en wij hebben daarover de volgende vragen. Vrijwilligheid blijft het uitgangspunt. We zijn benieuwd hoe het college dit denkt te waarborgen. Wij denken hierbij aan de impliciete druk onder de ondernemers. Een straat waar slechts een deel van de winkels dicht is of open is, is minder uitnodigend. En de medewerkers van de supermarkten, die vanuit welke principes ook op zondag niet willen werken. 2. De middelstand koppelt de zondagsopenstelling aan promotionele activiteiten die vanuit de BIS worden bekostigd. Onze inschatting is dat dus voor deze activiteiten op zondag ook geldt. U weet dat er een groep middenstanders principiële of anderszins bezwaren heeft tegen de zondagsopenstelling. Deze groep ondernemers betaalt op die manier mee aan zaken waaraan ze niet willen deelnemen. Ontstaat hierdoor geen ongelijkheid? En we zijn dan ook benieuwd of het college bereid is hiervoor een oplossing te zoeken. De vrijwilligheid en balans rondom de BIS-gelden te waarborgen voor de ondernemers die ervoor kiezen hun zaken op zondag gesloten te houden. U spreekt ook over een balans tussen de verschillende belangen rondom de zondagsopenstelling, of zoals de ChristenUnie het graag duidt, de zondagsrust. Hoe is de balans in het voorstel zichtbaar, met name voor diegenen die waarde hechten aan zondagsrust? Dan wij kennen in Nederland een aantal christelijke feestdagen en we zijn benieuwd hoe het college hiermee omgaat in relatie tot de zondagsrust en winkelopenstelling. Dan de risicoparagraaf, daar kijken we vaak naar. Die is helaas erg beperkt, één streepje. Er was onlangs uitgebreid media-aandacht voor het feit dat herinvoering van de zondagsrust een positieve bijdrage levert aan onze klimaatambities. Daarnaast zien wij de risico's voor ondernemers die, om welke reden dan ook, op de zondag niet opengaan. Hun marktpositie wordt verslechterd. En er zijn tal van onderzoeken over de negatieve effecten van de 24-uurs-economie in relatie tot burn-out. Met de openstelling van winkels op zondag zien wij een gezamenlijk waardevol rustmoment in de week verdwijnen. Kortom, ziet het college geen enkele maatschappelijk risico rondom dit voorstel. En tenslotte betaald parkeren. In het winkelcentrum in Hardenberg geldt gedurende winkelopeningstijden betaald parkeren. Ik heb overigens ooit eens begrepen van Centrum Management Hardenberg dat dit ook in Dedemsvaart en omliggende kernen zou moeten gaan gelden in het kader van een gelijke speelveld. Maar goed, zonder gekheid. Hoe gaat het college om met dit uitgangspunt op de zondag? Immers veel bezoekers van kerken maken ook zondagsmiddags gebruik van de parkeervoorzieningen in het centrum van Hardenberg. En het zal geen verrassing zijn dat wij het belangrijk vinden dat er geen hinder ontstaat voor bezoekers van kerkdiensten. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel, minister Stelpstra. Meneer Jonkhans, schuigang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan het college. Op welke gronden heeft het college... Dan is het college tot overweging gekomen om de zondagsopening van supermarkten, om dat in twee verschillende delen te splitsen. Eentje voor in het najaar en de winter en eentje voor in de zomerperiode. En hoe is daarin dan de afweging geweest
van de toerist, want het lijkt dat dat een factor is geweest, en de eigen inwoner. Hoe ziet het college dat? Zit daar een verschillend belang of gewicht in? Dat was mijn vraag. Dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Tijdens deze discussie bekroop mij enigszins het gevoel van, is dit überhaupt wel een zaak van de overheid om dit soort dingen te beslissen? Ik snap heus wel dat wij een formele bevoegdheid in deze hebben, maar we treden hier in een aantal zaken die eigenlijk niet bij ons horen. Dan gaat het in ieder geval over de omzet van de supermarkten, de keuze van consumenten om te kunnen kopen wanneer zij willen, maar ook het pakken van rustmomenten wanneer mensen dat eventueel nodig hebben. En die zaken die worden in deze discussie op een voor mij althans wat vreemde manier gecombineerd, waardoor het hele voorstel op een of andere manier wat ook vreemd bij mij overkomt, omdat er inderdaad, en dat is al meerdere malen gerefereerd in de vraagstelling, er een keuze wordt gemaakt voor de supermarkten van dan mag u open en op die datum niet meer. En de beweegreden daarvan ontgaat mij toch ook enigszins. En die 10 keer per jaar voor de overige winkels in de andere kernen, waarbij je per kern gekozen kan worden, dus niet per se per winkel, is wat mij betreft ook een wat vreemde. Omdat je dan een enige willekeur binnen die gemeentegrenzen kan gaan krijgen, waarbij ook nog een keer het gevoel kan ontstaan dat als een piekmoment op is, hè, als er meer dan 10 keer per jaar het gevoel is van ik wil toch mijn winkel open hebben, dat we dat dan weer niet toestaan en dat de redenen daarvan dan ook niet volslagen helder zijn. Dus communicatie naar zowel winkeliers als naar de bevolking en ook de communicatie naar de mensen die principieel of anderszins tegen dit voorstel zijn, lijkt mij een lastig onderwerp worden. Tenzij we natuurlijk zeggen, wij geven gewoon de keuzevrijheid aan de mensen zelf. En daarmee laten we nog meer los dan dat we nu al doen wat we vinden van die zondagsopenstelling in de gemeente Hardenberg. En laten we vooral de winkeliers en de consumenten zelf kiezen wanneer zij en op welke wijze zij hun tijd en daarmee ook hun vrije tijd indelen. En daarop wilde ik graag een reactie. Dank u wel, meneer Rodemond. Meneer Brink, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond bespreken we tijdens de oriënterende ronde het definitieve voorstel aangaande de zondagopenstelling. En dit naar aanleiding van een pilot die in de tweede helft van 2018 zich heeft afgespeeld in met name de centra van Deemsvaart en Hardenberg. Voorzitter, als ik kijk naar het definitieve voorstel, dan wil ik allereerst graag wat positieve punten benoemen. De C in onze partijnaam staat er niet voor niets. Als partij omarmen wij de christelijke normen, waarden en tradities. We vinden het dan ook belangrijk om een goede balans te hebben tussen enerzijds de opening van winkels op de zondag en anderzijds de rust tijdens de kerkgang. Het voorstel spreekt over een zondagopenstelling op enkel de zondagmiddag. Op deze manier is de rust tijdens de kerkgang in de ochtend en avond gewaarborgd, zoals we dat gewend zijn. Het definitieve voorstel geeft een gelijk speelveld voor alle kernen van onze gemeente. En het zal u niet verbazen, voorzitter, dat we hier als CDA positief over zijn. Het voorstel spreekt enkel over vrijwilligheid. Een mooi en belangrijk uitgangspunt. Ondernemers hoeven de deuren van hun winkels niet te openen, maar die mogen dat. En datzelfde geldt, voorzitter, natuurlijk voor de consument. Die moet niet winkelen op de zondagmiddag, maar die mag dat. En last but not least, voorzitter, wil ik namens de CDA-fractie de waardering uitspreken naar de portefeuillehouder. Voor hem als bestuurder, maar ook als persoon, een lastig dossier. We hebben bewondering voor de wijze waarop hij gedurende de pilot geacteerd heeft en heeft geprobeerd om, zoals hij dat zelf aangaf, het in de geest van de regeling het voor iedereen draaglijk te houden. Zo heeft hij tijdens de pilot besloten om rond de feestdagen openingen toe te staan voor alle supermarkten van onze gemeente. En heeft hij besloten om de pilot eerder af te breken, gezien het feit dat de ervaringen met de koopzondag een eenduidig beeld laten zien. Nogmaals onze complimenten daarvoor. Maar voorzitter, na alle positieve woorden hebben we ook wel wat vragen. De supermarkten mogen open in de periode april tot en met oktober, tijdens zondagmiddagen rondom kerst en nieuwjaar en op koopzondagen die worden georganiseerd voor de overige winkels. Kan de portefeuillehouder aangeven waarom hij voor gekozen is?
Als wij namelijk de evaluatie lezen, dan lezen wij dat er ook wel animo is voor opening van supermarkten gedurende het hele jaar. Dat beeld halen we ook op bij ondernemers in zowel grote kernen, maar ook in de kleine. En is onze portefeuillehouder niet bang dat deze systematiek zorgt voor onduidelijkheid bij de consument? Ten aanzien van de overige winkels spreekt het collegevoorstel van 10 koopzondagen gedurende het hele jaar, die de kernen in gezamenlijkheid moeten invullen. In het aantal van maximaal 10 kan het CDA zich prima vinden. Maar waar het CDA zich wel zorgen over maakt, is de gelijktijdigheid. Waarom is er voor deze gelijktijdigheid gekozen? Zoals we tijdens de pilot ook al hebben kunnen zien, bestaat de gemeente Hardenberg uit diverse winkelcentra die allemaal een eigen identiteit hebben. Waarom is niet gekozen om voor elke kern een potje te geven, met daarin maximaal 10 koopzondagen die men naar eigen inzicht kan invullen? Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Brink. Voorzitter, kan ik een vraag stellen aan de heer Brink? Ja, u mag een vraag stellen aan meneer Brink. En ik zie dat meneer Boshoven ook nog een vraag heeft. Dus ga uw gang, meneer Roos. Dank u wel, voorzitter. Even een vraag ten aanzien van de complimenten die u geeft aan het college en rondom het voorstel. U begint min of meer met de opmerking dat de C van uw partijnaam wel zwaarwegend is in de overwegingen. En dat er dankbaar wordt gekeken naar dat er rustmomenten zijn tijdens de kerkgang in ieder geval. Voor wat betreft de openstelling van de supermarkten. Nu heeft uw eigen partij en u zelf als persoon ook vrij hard gevochten voor de totstandkoming van de titel meest toegankelijke gemeente van Nederland. Als ik het allemaal goed heb geïnterpreteerd, geldt dat ook voor geloofsovertuigingen. En daarmee leidt bij mij de gedachte dat u alleen de mensen met het christelijk geloof de rustmomenten begunt aangaande de openstelling van de supermarkten en anderen blijkbaar niet. Of moet ik uw opmerkingen anders interpreteren? Voorzitter, ik zou bijna zeggen dat lijkt me wel wijs om dat te doen, meneer Rolmons. Kijk, wat ik heel bewust aangeef is het woordje balans. Wij zijn een partij waarin een C voorkomt, dat heeft u goed gehoord. Maar wij sluiten onze ogen ook niet voor de wereld om ons heen. En wij zijn ook met een deel van onze fractie, hebben wij de koopzondagen bezocht. Wij zien ontmoeting, wij zien gezelligheid. Anderzijds, en als je dan zegt, wij kiezen de zondagmiddag ervoor om de winkels de kans te geven, de mogelijkheid te geven om open te gaan, maar anderzijds ook de rust te bewaren tijdens de kerkgangen op de ochtend en de middag, dan zeg ik, in mijn rol als fractievoorzitter van het CDA, dan hebben we een goede balans gevonden met elkaar. En dat is wat ik heb geprobeerd om zojuist te duiden. En dan zijn we volgens mij in balans, een toegankelijke gemeente voor mensen die een kerkgang willen genieten en die op zondagmiddag zouden willen winkelen. Dat is wat ik zeg. Dank u wel, meneer Brink. Meneer Boshoven, ik geloof dat ik u net heb overgeslagen, dus ga uw gang nog even. Ja, voorzitter, bedankt. Misschien heb ik zelf niet duidelijk genoeg gezwaaid. U stond niet op mijn lijstje, dus dat zou kunnen. Maar ga alsnog uw gang. Dan zal dat het zijn. Voorzitter, vorig jaar waren wij enigszins bezorgd over het gelijke speelveld tussen de verschillende kernen. Wij zijn dan ook erg gelukkig met dit voorstel, waarin dat gelijke speelveld wel is gewaarborgd. Minder gelukkig zijn wij toch met het feit dat het alleen geldt van de termijn van april tot en met oktober en dan weer rondom de feestdagen een paar keer wel. Dat gaat volgens onze fractie toch voor onduidelijkheid zorgen en ik sluit mij aan bij de eerdere vragen die hier zijn gesteld over hoe dit tot stand is gekomen, hoe u als college daar tegen aankijkt en ook zeker meenemend de inspraak van de heer Schoenmaker. Ja. En dan de andere winkels die op de aangewezen zondagen open mogen. Daar had ik ook nog een vraag over, maar die is zo net één op één gesteld door de fractie van het CDA. Dus die laat ik zitten en daar sluit ik me bij aan. Hartelijk dank, meneer Boshoven. Dan zou ik de portefeuillehouder willen vragen te reageren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de verschillende vragen die er gesteld zijn.
een beetje zoekende. Hè? Een heel aantal vragen richt u op het college, hoe het college tot de voorstel is gekomen en over hoe er nu over gedacht wordt. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, wat vindt u er zelf van? Hè? Want u stelt een heel aantal vragen, legt u bij ons terug. Ik ga hier niet vertellen dat wij hier over een soort van hogere wiskunde en dan pat komt deze oplossing eruit. Wij hebben een coalitieakkoord met elkaar gesloten. We hebben een heel aantal vragen. Hier wordt nu aangegeven een aantal waarborgen zijn, dus zoals het openstellen en dat soort zaken. De ochtenden zijn sowieso vrijgesteld. Feestdagen, vrijwilligheid. Dat zijn zaken die al besproken waren. Dat waren zaken die al in het coalitieakkoord waren opgenomen, die ook nooit ter discussie hebben gestaan. Daar gaat dit feitelijke voorstel niet over. Dit voorstel gaat erover dat wij met elkaar hebben gezegd, wij willen ervaring opgedoen met zondagsopenstelling in de gemeente Harderwijk. Daar hebben we een proef over gedraaid. We hebben met elkaar geconstateerd, ik heb die woorden ook wel eens gebruikt, die ook wel in het nieuws hebben gestaan, van die proef is geslaagd. Want we hebben ontzettend veel geleerd. We hebben ontzettend veel geleerd van de verschillende standpunten en van de verschillende emoties ook. Rond dit thema zijn er zondagsopenstelling. De opdracht die het college heeft gehad is om te kijken van, op basis van die proef, hè, ik pak nog eens even het akkoord erbij, wat destijds er ook was, want de proef richtte zich in eerste instantie op twee kernen, Deduswaard en Harderberg. Kijk er eens naar of dat inderdaad alleen over Deduswaard en Harderberg zou moeten gaan. En kijk eens naar de frequentie van de openstelling. Dus ik vind het prachtig, hè, over vrijwilligheid, over wat was het ook alweer, de openstelling op de ochtenden, hè, dat vrijgesteld wordt. Ik deel die mening volledig, maar dat is uw eigen besluit al geweest. Daar hebben wij ook niet naar gekeken als college. Het voorstel wat er nu ligt, gaat over twee andere zaken. Het gaat dus over die kernen waar we het over hebben. En het gaat over de frequentie. Daar heeft het college een voorstel gedaan, want de opdracht was, laten we zoeken naar, en het woord werd genoemd, naar een balans. Laten we kijken hoe we met verschillende standpunten rekening gaan houden die in de samenleving is. Nou, het college is geprobeerd heel transparant te zijn hoe wij daartoe gekomen zijn, tot deze twee punten. He, want wat wij gedaan hebben, we hebben een proef gedraaid. Die hebben we naar voren gehaald. Die zou oorspronkelijk tot 2019. Nou goed, is hier ook al naar gerefereerd hoe we dat proces hebben aangevlogen en waarom we eerder tot een voorstel zijn gekomen. Omdat wij al heel veel verschillende zaken duidelijk hebben. En dan hoef je een proef niet langer te doen, want die proef was maar op één ding gericht. Om duidelijkheid te creëren met elkaar over hoe zouden we definitief moeten omgaan. Nu wordt gezegd van, ja, hoe moet ik dan de enquête interpreteren of hoe moet ik die gesprekken voeren? Nogmaals, daar zit geen enkele vorm van wiskunde, zeg maar, bij, hè, wat wij gedaan hebben. We hebben de gesprekken gevoerd. Heel eenvoudig, we hebben alle partijen, de groepen zoals die ook al in het akkoord zijn genoemd van met wie gaan wij het gesprek aan, daar hebben we mee gepraat. En omdat dat een bepaald beeld gaf, hebben we gezegd, laten we dat ook nog eens een keer een enquête uitzetten. Bij wie hebben we die enquête? Bij de ondernemers. Niet bij de inwoners, want de vraag ging over, ja, richt het zich nou op de toerist of richt het op onze inwoner? Daar kan ik op zeggen, en in algemeenheid, kijk, u bent de consument. De raad heeft gezegd, wij willen zondags openstellen. U vertegenwoordigt onze eigen inwoners, dus het woord is ook aan u. Hè, dat is ook waarom we nu hier met de raad bij elkaar zijn, om te zeggen van, hoe kijkt u daar tegenaan? Wat wij gedaan hebben als college, om te komen tot een voorstel wat nu voor u ligt, dat u kunt beoordelen hoe je dat vanuit die volksvertegenwoordigende rol denkt te moeten invullen, is dat wij elke ondernemer zo goed mogelijk hebben proberen te luisteren. Dus we hebben naast dat wij die gesprekken hebben gevoerd, die zijn overigens ook met inwoners gevoerd, met kerkelijke instanties, maar we hebben ook gemeenten moeten enquêteren, want het heeft wel degelijk een groot effect op ondernemers. Het resultaat zijn we volledig transparant in, die ligt daar ook voor, want we hebben daarin ook niets te verbergen als collega. We hebben gezegd van, leg hem erbij en hij is mede bepalend geweest van het voorstel wat er nu voor u ligt. Net zo bepalend als de gesprekken die we gevoerd hebben. En wat hebben we dan gedaan? Ik wil het woordje balans staat al genoemd in het coalitieakkoord. Hè, want dat was de bedoeling waar we naar op zoek zijn. Kijk, elke balans is discutabel. Elke balans kun je het over hebben van, ja, had het er een meer of minder moeten zijn? Hadden we die maand er ook nog bij moeten doen? Hadden we die maand er niet af moeten halen? Wat wij geprobeerd hebben als college is te kijken van, hoe kun je nu luisteren naar de verschillende geluiden die er spelen in de samenleving. Is er voor het voorstel wat nu voor ligt, is dat het meest genoemd? Nee. Maar is het meest genoemd dat alles open moet? Nee, ook niet.
Is het meest genoemd dat alles dicht moet? Nee, ook niet. Schets hier het dilemma. Het zijn hier twee insprekers geweest van totaal verschillende insteken die ze hier het verhaal hebben gehouden. Ik heb de raad, heb ik u horen praten over de vragen die u aan het college stelt. Die zijn van totaal verschillende pluimage, om het zomaar eens even te noemen. En dat geeft precies weer wat er heeft plaatsgevonden. En wat heeft het college gemeente doen? En dat ook als opdracht ervaren van, er is gezegd van, u moet een proef draaien en op basis van die proef moet u luisteren naar wat de ervaringen zijn geweest van de deelnemende partijen, maar ook de niet-deelnemende partijen. We hebben niet meer en niet minder gedaan. En het voorstel wat er dus nu inderdaad voor ligt, laat zien van dat we met verschillende, ik noem het zeg maar een Harrebergs model, dat past bij de Harrebergse samenleving, want die is divers. En ik hoor u zeggen, ja, waarom niet elke zondag en waarom niet 10 per kern, want dat is ook een vorm van gelijkspeeld, is allemaal waar. Maar de vraag, is dat dan de balans waarnaar u op zoek was? Dat is het oordeel wat u daarover zou moeten vellen. Dat ga ik als college ook niet verdedigen vanuit het college. Het enige wat ik kan zeggen, dat het college met een voorstel is gekomen, wat passend zou zijn bij de Harrebergse samenleving, in onze optiek, dat is allemaal discutabel. U kunt mij straks allemaal vragen stellen van, ja, maar is dat dan wel zo? En is, het is discutabel. Alles is discutabel wat daarin staat, maar wat we geprobeerd hebben, hou rekening met dat er verschillend over gedacht wordt. En met wat u daar vervolgens van vindt, dat is aan u om daar een mening over te hebben. Van, is dat nou inderdaad de balans? Dat laat ik ook graag daarin bij u. U mag mij op alles bevragen. Ik kan u over alles daar een antwoord op geven. Een paar praktische punten wil ik nog wel eens bij langslopen. Van, ja, wat betekent dit nu voor... ja, het meeste heb ik denk ik wel gehad. Maar bijvoorbeeld de christelijke feestdagen. De christelijke feestdagen hebben van altijd gezegd van die sluiten wij uit. Dus wat mij betreft, wat het college betreft, niet op de eerste kerstdag, eerste paasdag. Eerste, nou, volgens mij zijn daar de meningen niet eens over verdeeld. Maar ik wil nog eens even heel goed kijken. Want we passen de verordening aan, zeg maar. Dan gaat het over zon- en feestdagen. Feitelijk doen we niet iets over zondagen. Maar moeten we dan ook nog iets over de feestdagen? Dus ik stel u eigenlijk voor om meer comfort rond dat onderwerp te geven. Want de bedoeling van het college is om te komen dat wij het voorstellen. En misschien is dat wel eens een soort van toevoeging. Dat ik nog eens even heel goed kijk naar de feitelijke verordening die eronder ligt. Dat die zon en dat die feestdagen ook daadwerkelijk worden uitgesloten. En als dat niet zo is en wij dat met een zin in de verordening kunnen versterken. Want ik vind de vraag in die zin terecht. Dan zou ik willen voorstellen dat wij die daarin zodanig aanpassen. Dat de feitelijke verordening dat wel degelijk uitsluit. Want dat is wel de bedoeling van het college geweest. Een andere vraag gaat over, die ik nog niet heb beantwoord. Parkeren is aandacht voor vraag. Nou, dit voorstel zegt niets over parkeren. Oftewel, het is gewoon vrij parkeren. De vraag of ze wel of niet op het Wevelink Hoofdplein konden, dat weet ik niet. Maar dan was de slagboom waarschijnlijk kapot. Dat had niet iets met de zondagsopenstelling, denk ik, te maken. Er zit een parkeerdek boven. Ja. En die is gesloten. Okay. Dus je kan helemaal niet boven, dus er zijn wel iets van 200 parkeerplaatsen die je mist. Ja. En dat is toch gewoon zonde als je een zondagopenstelling hebt. Ja, het parkeerbeleid wat er nu op aangepast is voor mij een onbekend iets. Ja. Dus wat mij betreft, inderdaad zullen de parkeerplaatsen die we hebben, klinkt mij logisch, maar er zitten volgens mij ook eigendommen, weet ik uit zeer betrouwbare bron, omdat ik er gewoond heb. Maar zit er ook eigendommen, dus ik weet helemaal niet waarom dat hek überhaupt dicht zit en of daar een afspraak over ligt, maar ik kan me wel voorstellen dat daarnaar gekeken wordt. Want het parkeerbeleid is er niet andersom. Het is gratis parkeren, want er werd ook nog even over gesproken. Ja, het voorstel wat er nu ligt is gratis parkeren op zondag. Dat is er. Dat passen wij niet aan. Ik zeg daarbij wel dat er over parkeren nog een soort van evaluatie plaatsvindt. Maar nu niet specifiek. Die gaat meer over kijken van hoe moeten we met betaald parkeren in de toekomst omgaan. Dit klinkt... Ja, het is er nu niet. Ik weet ook niet wat u wil. Maar dat is dan ook even aan de raad, zeg maar, om te bepalen wat we met die zondagen doen. Het zit er nu in ieder geval niet in en maakt ook geen onderdeel uit van het voorstel. Kijk, de bisschelden. Daar werd ook een vraag over gesteld door de ChristenUnie. Een beetje vergelijkbaar met mijn antwoord op peren. Ja, de bisschelden, daar zijn afspraken over gemaakt. En de bisschelden gelden alleen voor Deduswaard en Hardenbergen. Dus in die zin is dat geldt dat niet overal. Maar even om u goed te begrijpen, wilt u dat er geen evenement mag zijn op zondag? Of wilt u dat het niet zo mag zijn dat degene die daar een bijdrage aan
die betalen aan de BIS-gelden, dat die niet uit dat potje gefinancierd mag worden. Ja, het lijkt mij psychologisch dat je niet hoeft mee te betalen als je ergens niet aan meedoet. En sterker nog, daar ook principiële moeite mee zou hebben. We gaan uit van een stukje vrijwilligheid, maar je gaat dan wel activiteiten mee financieren waar je zelf moeite mee hebt. En wij als gemeente faciliteren die BIS-gelden. Nou, ik heb begrepen dat in het voorstel vrijwilligheid een heel belangrijk item is. Dus ik wil ook aan u vragen of u die vrijwilligheid rondom dat soort gelden ook wilt onderzoeken. Ja, wat ik over de BIS-gelden kan zeggen, ik hoor wat u zegt, is maar de BIS-gelden, wij innen ze. Dat is wat we feitelijk doen. En we hebben een afspraak gemaakt met zowel centrummanagement in Deodensvaart als met Hardenberg centrummanagement. Over de bestedingen. Daar hebben wij afspraken over gemaakt. En daar maakt dit verder geen onderdeel van uit. En het maakt ook geen onderdeel uit van het voorstel. Maar dan zullen daar aanvullende afspraken over moeten gemaakt worden die er nu niet zijn. Dat is in ieder geval als inhoudelijke reactie op uw vraag. Maar bent u bereid om daar even naar te kijken? Want u zegt dat u mij hoort, maar de vraag is of u mij begrijpt. Ja, de vraag die ik dan zou willen stellen aan u is, vindt u dat die afspraken aangepast moeten worden? Want ik geef alleen aan, het is op een bepaalde manier georganiseerd. Ik geloof dat het afspraken zijn in 2016, waar dit nog niet eens aan de orde was. Maar vindt u met elkaar van, daar moet het geld niet aan besteed worden? Dan is dat iets waar we een aangepaste afspraak over moeten maken. Maar ik wil toch wel even vanuit het college zeggen, het maakt geen onderdeel uit van het voorstel. Mijn vraag gaat niet verder dan of u daar even naar zou willen kijken. Ja, maar, en eens even over na zou willen denken. Meer niet. Maar ik heb ernaar gekeken of die ruimte er wel of niet is. Hè? En nu hebben wij daar geen invloed. Dan zullen wij de afspraak moeten aanpassen. En dat is mijn vraag aan u, aan de raad. Vindt u dat die afspraak aangepast moet worden? Voorzitter, zou ik hem even aanvullen? Ja, u mag aanvullen. Want de BIS is voor mij destijds ooit opgericht om juist gelden bij elkaar te halen. En dat de activiteiten daarvan betaald werden, ook als je er zelf geen voordeel van had. Dus ik weet niet hoe ver dit anders is. Nou, ik wil even oppassen dat we gaan verzanden over wat er precies allemaal wel en niet bij de BIS hoort en hoe dat tot stand is gekomen. Maar dank u voor deze aanvulling. Nou, ik weet het nog vrij goed. Ik heb toen ook voorgestemd voor de BIS. Dus ik ken heel goed de achtergrond van de BIS. Maar waar het bij mij om gaat is om de principiële vraag. En de BIS is ingericht op de vraag dat mensen niet wouden bijdragen aan het centrum wel mee profiteren. Dat was de casus van de BIS. En we hebben nu een situatie waarin mensen zeggen, ik wil absoluut niet meedoen. En ze moeten wel meebetalen. Dat is een omgekeerde vraagstuk. En daarvan vraag ik of de wethouder of het college daar eens even naar wil kijken. En er hoeft niet direct een panklare oplossing te komen. Maar of men zich daar even in wil verdiepen of daar wat voor mogelijk is. Voorzitter, mag ik daar een kleine aanvulling aan maken? Ga uw gang, meneer Gelling. Voorzitter, wat ik nou zo jammer vind, wat de VVD-fractie jammer vindt hierin, is dat het dossier zo'n dossier van verlies wordt nu. Hè? De stemming wordt ook wat naargeestig nu. En er komt een tegenstelling wellicht binnen de BIS van waar ik wel of niet een deel wil nemen. Terwijl een BIS een vereniging is waar ongetwijfeld alle ondernemers het lang niet altijd eens zijn. Maar juist dan in een democratisch kader gezet zijn met het innen van gelden door de overheid om ervoor te zorgen dat het wel kan gebeuren. En mijn fractie zou graag willen voorkomen dat dit dossier een dossier wordt waarin we elkaar de maat nemen. Waarin de C wordt bediscussieerd, waarin de liberale waarden aan de andere kant staan. Dat we begrip hebben voor ieder zijn standpunt. En ik denk, dat zou onze oproep zijn, dat als we dit besluit goed zouden kunnen nemen en wel overwogen zouden kunnen neerleggen, dat we begrijpen dat we lang niet iedereen het naar de zin doen. Dat we begrijpen dat er mensen zijn die op principiële of op basis van overtuiging vinden dat het anders zou moeten. En het zou juist de oproep hier moeten zijn vanuit de Raad om de anderen, de liberalen, op te roepen om daar zoveel mogelijk respect en waardering voor te hebben. Zodat we door het hele jaar een model kunnen vinden waarin iedereen zich kan vinden. Wellicht niet dolgelukkig is, maar wel uiteindelijk iets kan bereiken waar we elkaar niet de maat nemen, maar gezamenlijk komen tot een goede oplossing. Om te voorkomen dat er tweespijt komt in de BIS, dat we de maat nemen bij de Stichting Centrummanagement, dat we betaald parkeren erbij gaan halen. Het zijn allemaal onheus argumenten en ik begrijp dat niet iedereen hiervoor is. Maar laten we dan, ik zeg bewust niet de kerk in het midden, want dat zou flauw zijn in deze. Maar laten we ervoor zorgen dat we met veel waardering en respect voor elkaar komen tot een oplossing. En met name tot een uitvoering van de zaak die hier voor ligt. Ik heb geen vraag gehoord. Ik weet niet of maar volgens mij is dat wij als college hebben geprobeerd in ieder geval. Ja.
Ik wou zeggen, u mag reageren. Ik hoorde iemand voorzitter roepen, maar dat was meneer Rodemol. Wilt u daar nog wat over zeggen? Dan ga ik naar meneer Rodemol. Als u mag eerst reageren. Ik hoor een interruptie tussen binnen de raad, terwijl ik mij gevraagd werd of ik iets wou onderzoeken. Dus ik zoek eventjes of ik moet reageren op de oorspronkelijke vraag. Dus dat laat ik even aan u, voorzitter. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik bedoelde of u wilt reageren op de uitspraken van meneer Gelling. En voor wat betreft het hele BIS-verhaal zou ik willen zeggen... het voorstel heet wijziging verordening winkeltijden Hardenberg. En ik begrijp dat de BIS een aanhangend onderwerp is... maar dat is niet waar het raadsvoorstel over gaat. Dus daar zou ik de discussie eigenlijk nu ook over willen afsluiten. Als u wilt reageren op de uitspraak van meneer Gelling, ga uw gang. En daarna zou ik naar meneer Rodemont willen gaan. Ja, voorzitter, ik maak toch even bezwaar. De heer Gelling reageert volgens mij op mij. Ja, dat kan. Dat is zo. Ja. U mag daarop reageren. Ja, maar hij heeft het over de maat nemen. Ik probeer nergens de maat te nemen. Ik heb één vraag gesteld. En of het college daar even naar wil kijken. Meer niet. Dat is helemaal duidelijk. En dan, tenminste, dat heeft u een aantal keer herhaald. Dus ik neem aan dat dat duidelijk is. Ook voor de portefeuillehouder. Dus ik zou nu de portefeuillehouder gelegenheid willen geven te reageren. Als u dat niet meer gaat doen, dan gaan we over naar meneer Rodeman. Maar... Ik ga naar die BIS-gelden nog eens kijken over, want wat ik u hoor zeggen is van de ondernemer die wel aan de BIS-gelden meebetaalt, die heeft feitelijk last van het evenement wat op zondag wordt georganiseerd om de klandizie te trekken en dat wordt niet op een ander moment. Of dat zo is of niet, daar wil ik wel eens een keer naar kijken, maar u kunt van mij niet verwachten dat ik inhoudelijk iets vind of dat gewijzigd moet worden, die is dan aan u, dus ik zou toezegging kunnen doen. Hoe dat de relatie is tussen evenementen die op zondag dan gehouden zouden worden om die koopzondag. Want dat is overigens iets wat wij ook gedaan hebben. Die gesprekken die we gevoerd hebben met de ondernemers zeggen van ja, maak het aantal niet te groot. Want je moet het bijzonder houden. En hoe hou je het bijzonder is vaak door er iets aan te verbinden. Door bijvoorbeeld een evenement. Dus ik kan u de toezegging doen dat ik eens onderzoek van hoe worden die evenementen gefinancierd. En is daar een relatie met de BIS gelden. Maar dan leg ik hem vervolgens terug aan de raad om er iets van te vinden. Dat is in ieder geval wat niet op het bordje van het college zou horen. Dus ik weet niet of dat tegemoet komt aan de vraag die gesteld is door de heer Stelpstra. Ik zie meneer Stelpstra glimlachen en ik noteer, althans de griffier noteert de toezegging. Dus, Er zijn er al twee geloof ik. Ga ik En naar de heer Gelling, ik weet niet of het puur op de BIS-gelden betrekking had of op het voorstel. Kijk, het voorstel is inderdaad dat we geprobeerd hebben te luisteren dat er verschillend over gedacht wordt. En dat is wat het college ook heeft geprobeerd om hier neer te leggen. Je ziet nu dat de discussie dus zich in zijn algemeenheid toespitst op het aantal zondagen voor de supermarkten. Moeten ze dan niet altijd kunnen kiezen? Daarvan zeg ik alleen naast wat het college heeft geconstateerd... is dat een heel aantal ondernemers, supermarktondernemers, ook in onze gemeente, die me er ook voor benaderd hebben, die bellen me, van, die zeggen van ja, maar weet je het voorstel wat er nu ligt, dat snappen we, daar kunnen we mee uit de voeten. Dat horen we achteraf, hè, want we gaan ook worden geluiden bereikt bij diezelfde supermarktondernemers, van ja, wordt het nu in één keer wel weer allemaal opengesteld. Weet je, het is in het midden. Wij hebben geprobeerd te luisteren naar de verschillende standpunten die er zijn. En we hebben geprobeerd daar ook rekening mee te houden. Waarom dan deze periode? Dat is inderdaad wat de heer Jonkans ook aangaf. Dat is gekoppeld aan het toeristenseizoen. Is dat om die toeristen te bedienen? Nee, we bedienen dan net zoveel ook onze eigen inwoner. Maar het is er wel op gericht. Wat is het onderscheid in die periode? Wat dezelfde ondernemer aangeeft. Is dat de omzetten hoger zijn. Het is interessanter om in die periode open te zijn dan in andere perioden. Dat is zowel in, Slagharen zo... als dat het in een ander gebied is, want dat is gekoppeld aan het toeristische seizoen. Is het arbitrair? Het is volledig arbitrair. Maar er zijn namelijk ook supermarktondernemers zeggen, nou voor mij hoeft het niet, maar als ik het wil, is het gelijke speelveld. Dit voorstel is gelijk speelveld. Iedereen heeft exact dezelfde periode wanneer ze open mogen. Maar ook wanneer ze niet open mogen, want dat heeft ook met hetzelfde gelijke speelveld te maken. Want op het moment dat je wel die periodes daarvoor ook doet... waarin ze aangeven, ja, het heeft effect op de omzetten. Die periode zijn de omzetten anders als de omzetten in het toeristische seizoen. Ja, kan het wel, kan het niet. Dat is helemaal voor mij geen relevante vraag. Het is alleen dat er een onderscheid in is. En dat dezelfde supermarktondernemers ook wel zeggen, van, nou, wij snappen dat die periode is dan dicht. Voor ons is de winst ook minder groot. Dus dat is voor het college een overweging geweest om te zeggen van,
wij hanteren die periode. En voor de supermarkten, om dat nog eens nader toe te lichten, is ja voor kerst en voor oud en nieuw, dat zijn de hoogtijdagen. Nou, dat weet u, want ik ben al eerder bij u geweest met de vraag of het college met de geest van de letter ook mag interpreteren dat dan ook de kleine kennen ook. En dan even nog een andere die ik hier hoorde van, ja, waarom nu 10 zondagen in totaal? Nou, als we het hebben over duidelijkheid, ik hoor hier namelijk ook een verhaal over, ja, het moet wel duidelijk zijn. Ik weet niet wie het nog gaat snappen. Als het college straks moet zeggen van, nou, u mag dan die 10. Het college zegt dan, dan mag die 10, dan mag die 10. En moeten we denk ik dan ook nog kijken of die andere dan niet. Ik weet niet ik wil toch even mijn verhaal even afmaken. Ja, precies. Dat wil ik ook graag dat u dat doet. En dan heb ik nog meneer Rodemond, meneer Jonkans en dan meneer Brink. Dus nee, maar dan even van, dus van elke kern, die mag dan zelf beslissen. Ik neem u alleen mee in de overweging die het college gehad heeft. Is gezegd van, er werd toen altijd, ook in de proef, 3 tot 5, 5 tot 6, even hoeveel, dat is allemaal voor de vuist weg, hou het bijzonder. En we zeggen, laten we die periode oprekken. Maar vanuit diezelfde duidelijkheid, want wat we terugkregen was behoefte aan duidelijkheid en behoefte aan een gelijk speelveld, is dat je geen manier meer een gelijk speelveld creëert dan 10 zondagen voor de hele gemeente. Want u kunt wel zeggen, Dedemsvaart en Hardenberg, die dan 10 en die dan 10, hè, wat die wordt als voorstel, daar spreken hier ook die twee instanties spreken ook in, die zijn ook het sterkst georganiseerd. We hebben al de relatie met de Bisschelden gelegd, maar dan, nou, ik zie mevrouw Klokker reageren, maar die hebben in ieder geval ingesproken, want dat, en die zijn de enige twee gebieden waar wij Bisscheld innen. Dat doen we bijvoorbeeld niet in Slagharen, doen we niet in Gransberg, doen we niet in Bergtuin. Dat die partijen, wijs je dan, zeg nou, die 10 zijn voor Dedemsvaart, die 10 zijn voor Hardenberg, zijn niet gelijktijdig. Dat heeft dat wel degelijk effect op de andere kernen die er omheen liggen. Dus gelijk speelveld hebben we gezegd, dan laten we die het aantal oprekken. Dus niet 5 of wat, nee, we gaan gewoon naar 10. En dan voor de hele zondag en iedereen kan eraan deelnemen of kan er niet aan deelnemen. Leid je verlies als je verlies leidt, leid je winst als je er winst van hebt. Wij wijzen de 10 aan, dan voldoe je aan het criteria. Duidelijkheid en je voldoet aan het criteria van gelijk speelveld. Dat zijn zaken waar wij naar gekeken hebben. Is het arbitrair? Volledig. Hebben we rekening gehouden met verschillende belangen? Absoluut. Vindt u dat er een ander belang is? Is het een antwoord aan de raad? Is de overtuiging van de raad of de verantwoordelijkheid van de raad om daar iets van te vinden? Dus dan heb ik volgens mij over de supermarkt en over de overige winkels proberen uit te leggen hoe wij tot dit voorstel zijn gekomen. Meneer, mag ik nog één reactie Nee, meneer Gelling. Het is toch gebruikelijk als een wethouder hoe lang ook een reactie op een vraag geeft, dat de vraagsteller nog een... Niet alleen een vraag van te vinden. Dat is prima, maar meneer Gelling, ik ga nu toch eerst naar meneer Rodemond. Als die vraag nog bestaat. Of de opmerking. Ga uw gang, meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ja, je zou hem bijna vergeten, maar ik heb gelukkig pen en papier. Waar ik eigenlijk op wil reageren en wat meer duidelijkheid over wil vragen aan de wethouder, is de behoefte aan het einde van het pleidooi aan duidelijkheid en het gelijke speelveld. Dat tegenover eigenlijk dat er meermalen door de portefeuillehouder wordt gezegd dat eigenlijk iedere keuze arbitrair is. En die snap ik. En ik snap ook wel het uitgangspunt van het college om toch te proberen om een antwoord te geven op een vraag van zowel de raad als vanuit de ondernemers. En ik begon eigenlijk met reageren toen de heer Gelling zijn pleidooi hield over tegenstellingen, dat er vragen werden gesteld bij liberale grondbeginselen, et cetera. En wat mij betreft namelijk gaat dit gesprek, deze discussie, over de ruimte om keuzes te maken voor iedereen. En waar ik een beetje moeite mee heb en daarop graag een reactie, is dat de gemeente, het bestuur, een keuze maakt voor anderen. Wij maken een keuze voor de ondernemers, wij maken een keuze voor de consument, maar we maken ook een keuze voor mensen die ervoor kiezen om de zondagsrust te handhaven. En daar zit een beetje mijn moeite. Waar is de ruimte nog binnen dit voorstel voor die mensen die ik nu noem, om hun eigen keuzes te maken? Wij willen minder of meer of nooit of altijd open zijn. En dat is eigenlijk een zoektocht die ik gedurende de jaren dat deze discussie speelt al enigszins heb. Omdat ik ook
oor wil houden, onder andere voor de argumenten van ChristenUnie, als zij zeggen, wij willen liever gewoon dat eikmoment, het rustpunt, behouden tegenover de grondbeginselen van mijn eigen partij. We willen eigenlijk altijd alle winkels open hebben. En die keuzes die wil ik niet voor de mensen maken. En toch maakt u vrij harde keuzes, bijvoorbeeld die maanden de supermarkten, die 10 weken de overige winkels. Kunt u daar nog even op reageren? Ja, voorzitter, daar wil ik op reageren. Dat is inderdaad een verhaal over hoe je tegen de positie van de overheid aankijkt. Wat ik als antwoord daarop kan geven. Wij hebben een winkeltijdenverordeningenwet, waarin wij zowel over de openingstijden, sluitingstijden, ook daarbuitenom al iets vinden. Dat is een verantwoordelijkheid van de overheid. En je kunt er iets inderdaad als vanuit verschillende politieke kleuren, kun je er iets van vinden of de overheid daarover zou moeten gaan. Ik denk niet dat het relevant is om te zeggen wat ik daarvan vind. Maar wel dat dat inderdaad aan de orde is. Feit is dat wij extra ruimte bieden door de winkeltijdenverordening aan te passen. En daar gaan wij over. Dus de overheid gaat over de winkeltijden. En uw principiële vraag van zouden wij er überhaupt over moeten gaan, dan hadden wij dit gesprek hier niet gevoerd. Want wij gaan er wel over. En daarom noem ik hem toch maar even. Wij gaan erover en wij proberen juist. En je ziet ook dat het effect heeft op de samenleving, omdat er heel verschillend over gedacht wordt en het mensen het kan raken, zeg maar. Dus het is wel een onderwerp, de winkeltijden, waarin maatschappelijke betekenis zit. Dus ja, we gaan erover. Dank u wel. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder heeft in het begin van zijn betoog uitvoerig aangegeven dat er eigenlijk geen leidend principe is waarop men tot een keuze is gekomen voor die tweedeling in 2,5 jaren, noem ik het dan maar even, gemakshalve. Terwijl hij op een gegeven moment later in zijn betoog toch zegt van ja, maar kijk eens, het is wel zo van ja, de omzet die is in de zomer is die toch hoger, want ja, de toeristen die zijn er. Dus blijkbaar is er wel een leidend principe en dat is dus te realiseren omzet. En dan vind ik het jammer dat dan u eerst zegt van ja, goh, er is geen wiskunde bedreven, er zijn geen rekensommetjes gemaakt. Er zijn geen principes aangehangen. Het is gewoon van ja, nou, we hebben ons oor te luisteren gelegd, we hebben de enquête gehouden, we hebben daar naar geluisterd en dat in de hoge hoed gedaan en voilà, dit kwam eruit. Terwijl er op het eind toch duidelijk is van dat het toch, ja, de omzet toch wel leidend is. En waarom maak ik daar zo'n punt van? Omdat ik gun natuurlijk de toerist prima dat hij hier vakantie viert en op zondag zijn boodschapjes kan doen. Dat snap ik. Maar ik vind het een beetje vreemd dat de eigen bewoners daarin dan een beetje vergeten worden in die afweging. Dan denk ik van, als u dan principieel bent, dan moet je dat ook in de zomer zijn en niet alleen in de winter. Zit daar ook een vraag in, meneer Jonkhans? Nou ja, ik wil graag een bevestiging van ja, goh, is blijkbaar omzet toch het leidende principe geweest om in de zomermaanden de winkels open te laten of niet? Want die indruk wordt wel gewekt, maar de wethouder zegt het niet. Voorzitter, ik heb volgens mij, ik twijfel zelf dat ik het woord leidend principe heb genoemd. Maar dat zijn mijn woorden. Precies, maar volgens mij heb ik gezegd alles is arbitrair. En dat is zo. En waar hebben wij naar gekeken? Onderdeel van de enquête, maar die heeft u zelf bij de stukken, staat dezezelfde periode aangewezen, omdat die gekoppeld is aan het toeristische seizoen. En dan heb je hier meer mensen. En wat wij gedaan hebben, wat ik heb proberen aan te geven, is met dat wij wel de omwonenden van winkels hebben gesproken, maar we hebben geen referendum of iets dergelijks uitgeschreven. Want dan zeg ik, van daar zit u voor die inwoners. Hè? Dus het is aan u om te oordelen. Wat wij gedaan hebben, en ook richting de raad, is dat wij die ondernemer eens bevraagd hebben van wat zijn bepaalde periodes. En voor een ondernemer, hoe je het ook went of keert, maakt omzet wel degelijk onderdeel uit van de overweging om een bepaalde keuze te maken. Dus dat is wat ik hier heb neer te leggen, maar wat ik er ook bij zeg, dat het arbitrair is. En leidend principe, het leidende principe is geweest in het voorstel van het college. Dat is een absoluut leidend principe geweest om te kijken, om te constateren dat er verschillen zijn en hoe ga je met verschillen om. En dat je probeert die verschillen een soort van balans in te vinden. En dat is wat het voorstel inhoudt. En dat is het leidende principe geweest als we toch over een leidend principe willen spreken.
Hoe hou je met verschillende belangen rekening? En dat is wat we geprobeerd hebben. En vervolgens is de uitkomst altijd arbitrair. Meneer Brink. En dank u wel, voorzitter. Lange antwoorden, lange vragen. Ik zal het kort houden. Ik heb me wat afzijde gehouden in discussie over parkeren en over bisschelden, maar daar gaat het niet over. Ik heb nog wel één vraag aangaande toch die teamen weer, hè, in gezamenlijkheid. Want u zegt in het voorstel, de kernen zouden eigenlijk gezamenlijk een voorstel moeten maken. Dat voorstel moet naar het college en op basis van dat voorstel gaat u de zondagen aanwijzen. We hebben in de pilot gezien dat de centra, en ik heb er in mijn betoog ook iets over gezegd, een hele eigen identiteit hebben. Delenswaard heeft geen toeristen waar Hardenberg ze wel heeft. Waar mijn angst zit, en waar ook de onduidelijkheid wat mij betreft ontstaat, en waar ook de angst is dat ze er in gezamenlijkheid niet uit gaan komen. Die gaan gezamenlijk niet tot een voorstel komen. En het heeft niets te maken met dat die mensen dat niet kunnen, maar het heeft gewoon te maken met het feit dat ze te dealen hebben met een heel ander centrum. Wat nou als u vraagt om een voorstel en het voorstel gaat niet komen en ze komen bij u terug? Wat gaat u dan doen? Wat zei uw laatste vraag? Ik verstand het niet. Nou, u vraagt om een voorstel. De kernen moeten in gezamenlijkheid tot een voorstel komen. Ja. Wat nou als het de kernen niet lukt om gezamenlijk tot het voorstel te komen? Een gelijkmatige of een gelijktijdige invulling van die koopzondag. Wat gaat u dan doen? Ja, voorzitter. Het lijkt mij de meest logische weg dat wij ondernemers proberen in positie te brengen. De evenementenkalender, u zult het ook weten, die komt niet vanuit de gemeente. Die worden elk jaar aan het begin van, voor het nieuwe seizoen, komt er een verzoek. Want dat zijn de evenementen die dan vervolgens worden aangewezen. Ik stel mij een soortgelijke werkwijze voor. U gaat uit van de veronderstelling dat ze er niet uit kunnen komen. Dat zou zo kunnen zijn, dat geeft gelijktijdig ook het dilemma ook weer, hè, van de verschillende punten die erover zijn. Want dan hebben we het over twee kernen. En we hebben er 29 in onze gemeente waar we mee te dealen hebben. Dus moeten dan, al die kernen zijn verschillend. Als ze er niet komen, heel concreet, hè, dat ze zeggen wij kunnen niet tot een gezamenlijk voorstel komen, dan zal het college de 10 zondagen moeten gaan aanwijzen. Even een kleine opmerking, mevrouw de voorzitter, als u me toestaat. Ja, die veronderstelling die maak ik inderdaad, maar die veronderstelling is natuurlijk wel gebaseerd op feiten. Want toen wij de verdeling gingen maken van Delenswaard versus Hardenberg, toen weet ik nog, toen was het ook best wel lastig om dat te realiseren. Dus vandaar dat ik dat toch even toevoeg, maar uw antwoord is helder. Okay, dat is mooi. Meneer Gelling? Ja, voorzitter. Een beetje mos naar de maaltijd ondertussen. En er is ook heel veel gezegd nog. Ik hou het kort, want wat mij betreft denk ik dat genoeg gezegd is. Zo moet er gewoon een besluit genomen worden op de aankomende vergadering. En het was niet mijn intentie om meneer Stelfsen over de maat te nemen. Ik probeer alleen maar aan te geven dat wat de VVD betreft de balans moet worden gezocht in de uitvoering van deze regeling. Als we het onverhoopt niet unaniem met elkaar eens zijn. En dat moet niet leiden tot een tweespalt binnen een vereniging, welke dan ook, met verzuiling tot gevolg. Dus ik hoop dat we daar toe kunnen komen de volgende keer. En ik hoop ook dat deze discussie daarmee dan tot een goed einde wordt gebracht. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Stelpstra en meneer Rodermond. En meneer Brink. Meneer Brink, ga uw gang. Nou, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen vragen meer. Wel een opmerking, en dat is dat ik graag zou zien, en dan loop ik misschien een klein beetje vooruit op uw vraag, dan moet ik nou een hamerstuk zijn of een bespreekstuk. En dan toch graag een hamerstuk waarbij we als CDA toch sterk overwegen om het voorstel op een tweetal punten te amenderen. Enerzijds gaat het dan over de supermarktopenstelling nu het hele jaar. Anderzijds zal het gaan over de gelijktijdigheid van de overige 10 koopzondagen. Dat wil ik vast even meedelen. Dat is fijn duidelijk, meneer Brink. Het enige is, u zei dat u opteerde voor een hamerstuk, maar dat kan dan niet de bedoeling zijn. Dan maak ik een fout, mevrouw de voorzitter. Ik ben blij dat u wel scherp bent, maar dan bedoel ik natuurlijk een bespreekstuk. Heel goed. Meneer Stelpstra. Ik ben toch wel even verrast. U kondigt aan dat u gaat amenderen om elke zondag open te stellen voor de supermarkten en 10 keer per kern, als ik u goed begrijp. Nou, ik heb gezegd, we gaan amenderen, want we zijn bij sterk voornemens om dat te doen op basis van 2 punten. En de koopzondagen willen wij graag dat de supermarkten de mogelijkheid hebben om alle zondagen open te gaan gedurende het hele jaar. En die 10 koopzondagen willen wij graag zodanig zien ingevuld dat elke kern zelf kan beslissen en wanneer die dat doet.
Oké, ik dacht dat ik het zei, maar blijkbaar waren dat moeilijke woorden. En met die oren is niks mis. Oké, nou top. Maar feitelijk zegt u, ik zie te weinig ruimte in dit voorstel. Wij van het CDA willen graag nog meer ruimte bieden aan de koopzondag. Om dat zo even, ik hoorde net iets over, u ziet balans in het 's ochtends gaan naar de kerk en 's middags gaan winkelen. Dat wordt dan optima forma bediend. Oké. Ja, dat is correct, mevrouw de voorzitter, als ik daar even op aan mag haken. Meneer Stelpstra die zegt een terecht punt. Ik heb iets gezegd over de zee, ik heb iets gezegd over de kerkgang in de ochtend, in de avond. Maar wij zijn meer dan alleen een toeristenstad. We hebben ook een streekfunctie met elkaar waar we volgens mij ook allemaal heel zuinig op zijn. En de wereld om ons heen staat niet stil, dus wij maken daar een iets andere afweging dan dat u doet. En daar hebben wij respect voor en wij hopen dat u dat ook doet op basis van onze afweging, mevrouw de voorzitter. Ga uw gang, meneer Stelpstra. Dank u wel. Ik had nog één open vraag. En dat raakt ook wel weer het punt wat de heer Brinke aankondigt. En dat zijn toch wel de maatschappelijke risico's. We gaan keihard af op een 24-uurs economie. We waren laatst ook bij een evenement in het LOC, hè, waaraan werd gegeven. En het wordt steeds normaler om op de zondag gewoon maar door te gaan, gewoon maar door te werken. We zien burn-outs toenemen. De kleine ondernemers, die krijgen het steeds moeilijker. Hè. Supermarkten gaan steeds meer verkopen. Dat noemen ze winkelerosie in de winkelcentra. Kleine speciaalzaken verdwijnen, want het brood en het vlees wordt bij de supermarkt gehaald. En ik vind het jammer dat dit element zo weinig in de discussie naar voren komt. We hebben het heel plastisch hier met elkaar over dat wij willen winkelen. Maar wij maken ons zorgen. En als ik dan het voorstel ook van het college bekijk, hè, dan zie ik daar niks in terug. En ik vraag me toch wel af, hè, we zitten hier met elkaar te praten over een belangrijke stap voor onze gemeenschap. En natuurlijk, wij zijn er tegen, maar het betekent niet dat wij, laten we zeggen, daar geen aandacht voor mogen blijven vragen. Want wij maken ons daar echt zorgen over. En ik ben heel erg benieuwd hoe het college nou tegen zulke vraagstukken aankijkt. Hoe dat een functie heeft gespeeld in de discussies. Omdat ik daar zo weinig van terugzie. Dank u wel. Voordat ik de portefeuillehouder het woord geef, want meneer Rodemond had ook nog iets voor de tweede termijn. Ga uw gang, meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. In de eerste termijn refereerde ik al aan het woord arbitrair. Ik geloof zelfs dat ik het woord discutabel ergens heb gehoord uit de mond van de portefeuillehouder. Hoe het ook zij, is het een wat wankel voorstel, lijkt het wel, aan alle kanten. Hier in het huis, maar ook bij de ondernemers, omdat er veel verschillen zijn waaraan we antwoord moeten geven. En daarom eigenlijk de vraag, een beetje aanhakend op de heer Brink, zijn eerste inbreng, dat het een definitief voorstel is. Je zou ook kunnen zeggen van we hebben een pilot gehad waaruit dit voorstel is voorgekomen. Ik zou heel graag zien eigenlijk dat we dit toch nog eens een keer tegen het licht zouden houden na een bepaalde periode. Dat hoeft niet meteen na een jaar, laat het 2 jaar zijn, maar hoe dan ook. Dat we eens met elkaar gaan kijken, politiek, maar ook maatschappelijk, hoe dit uitwerkt in de gemeente Harenberg. Want ik haak echt wel een klein beetje aan op de woorden van de heer Stelpstra en zijn 24-uurseconomie. Ik heb zelf ook in mijn eerste termijn al aangegeven dat ik mij wat zorgen maak over dit fenomeen. En als het de zondag betreft dat we open gaan, dan zijn er nog 6 dagen over om ook gesloten te kunnen blijven wat mij betreft. Laten we ook die maatschappelijke discussie niet helemaal uit de weg gaan en dit niet meteen als definitief bestempelen. Laten we gewoon eens een keer kijken naar een periode. Is dit wat we willen met elkaar? Kunnen we dit inperken, uitbreiden, anders doen? Dat is eigenlijk een vraag aan de portefeuille. Begrijp ik u goed, meneer Rodemond, dat u om een soort van tussentijdse evaluatie, dat u die suggestie doet? Om het even kort mevrouw, samen te mevrouw de voorzitter, ik heb zelf, maar dat is een persoonlijke afwijking van mij, een hekel aan de woorden tussentijdse evaluatie. Dus vandaar dat ik het zo wilde benoemen, maar inderdaad. Maar het komt er wel op neer. Ja. Ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad ben ik niet over die risico's ingegaan. Er staat een streep in het voorstel. Wat het college heeft gedaan, is geluisterd naar de vraag die uit de raad is gekomen. De vraag waarin de behoefte was om koopzondagen in te voeren. Koopzondagen hebben wij als raad, of het college heeft er een proef mee gedraaid, heeft daar
het net opgehaald bij de partijen die daaraan hebben deelgenomen. Daar heeft dit geen onderdeel van uit. Het maatschappelijke risico en het voorstel, want ik begrijp dat u zegt van ja, er staat helemaal niets over risico's. Die zijn vanuit gemeentelijk perspectief beredeneerd. En de punten die u aandraagt zijn zeker maatschappelijke effecten van koopzondag, hè, want die worden uitgemeten. Waarvan ik ook zeg, die hoort thuis in de raadzaal. En ik hoor wat u zegt, maar ik probeer uit te leggen waarom ze niet in het collegevoorstel. Want het collegevoorstel is vanuit het gemeentelijk perspectief gehandeld. Er zit voor ons een financieel risico of iets dergelijks in. Of die hebben wij in ieder geval niet onderkend in deze fase. De maatschappelijke effecten die u zo noemt, zoals CO2, 24/7, burn-out, al dat soort aspecten. Die maakt er geen onderdeel uit van de proef. En van het voorstel, zeg maar, die nu voor ligt. En die hebben we dus ook niet gemeten, getoetst. Of hebben wij ook geen oordeel langs gelegd. Nee, goed, dat vind ik dan jammer. Want wij zien dat als een wezenlijk onderdeel, hè, van zulke ontwikkelingen. Dat we ook gaan kijken naar de maatschappelijke effecten. En wij als overheid hebben te maken met allerlei soorten taken die we uitvoeren. Hè. Denk aan de zorgaspecten. Dus het zou ook mooi zijn als vanuit het college dat integraal wordt bekeken, zodat wij hier ook een integrale discussie met elkaar aan het voeren zijn. En nou ja, in die zin vind ik dat jammer dat het hier niet in zit. Maar goed, ik denk dat ik het naar mijn collega's voldoende duidelijk heb gemaakt dat wij daar zorgen over hebben. Ja. Dank u wel. Gaat u verder? Ja. En de opmerking van D66 over een wankel voorstel. Ik weet in ieder geval dat ik dat woord niet gebruikt heb, want dat vinden wij niet. En u vraagt ook om een evaluatie. Wij als college zien dit als een duurzame oplossing. Wij denken, als je op deze manier hier invulling aan geeft, is het wat ons betreft definitief. En wat is definitief? Totdat de politiek vindt dat het anders moet. Maar wat wij zien, is dit absoluut geen vervolg of iets dergelijks van de proef. Wij hebben een hele serieuze proef gedraaid. Nogmaals. Er is een voorstel uitgekomen waarvan wij zeggen, dit is een duurzame oplossing voor het omgaan met koopzondagen in de gemeente Hardenberg. Want dit is de couleur lokaal, zeg maar. Daar hebben wij rekening mee proberen te houden. Wij zien dit als een duurzame voorstel om ermee om te gaan. En er zit geen beeld in dat wij nog gaan, nou ik zal toch het woord gebruiken wat u liever niet gebruikt, dat wij nog gaan evalueren. Dat maakt hier absoluut geen onderdeel van uit. Wij zien dit als een duurzaam voorstel. En mocht de raad vinden dat daar anders mee omgegaan moet worden, dat een raadsverantwoordelijk. Dank u wel. Een derde termijn, ik denk van niet. Nee. Bespreekstuk voor hamerstuk, maar dat is eigenlijk al beantwoord. Hè. Het wordt een hamerstuk voor de volgende raad. Sorry, een bespreekstuk. Ik maak nu dezelfde fout, een bespreekstuk voor de volgende raadsvergadering. We hebben nog een aantal punten te gaan. Mijn vraag is aan u is, wilt u meteen door of gaan we 5 minuten schorsen? 5 minuten schorsen? Dan gaan we om 9:05 verder met de vergadering. Ik ben bang dat ik in de hal niet te verstaan ben. En daar staan best nog wel een aantal mensen. Maar ik zou toch graag weer verder willen gaan met de oriënterende ronde. 5 minuten zijn ruimschoots voorbij. En daarom vraag ik iedereen zijn en haar plaats weer in te nemen. Zodat we verder kunnen gaan met de agenda. En daar zijn we aangekomen bij punt 5. Punt 5 van de agenda. Ik kijk even of de portefeuillehouders ook weer hebben plaatsgenomen. En dat lijkt het geval te zijn. Dat is wel belangrijk als er vragen zijn. Agenda punt 5, aankoop van percelen grond, gelegen te Slagharen. Annex vaststelling, 7e begrotingswijze 2019. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Stelpstra? Meneer Gelling? Het lijkt erop dat u enige twee bent. Meneer Gelling, ga uw gang. Voorzitter, zit ik zo enthousiast te zwaaien? Meneer Kloekhorst, dan mag u... Oh, meneer Van... Ja, maar meneer Van den Berg zwaaide net niet. Die heb ik niet gezien. Meneer Gelling, ga uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Even omschakelen naar het onderwerp. De VVD-fractie vraagt zich af of uw argumenten wel helemaal aansluiten bij het beleid waarvan wij althans dachten dat dat uw salse was hier. Want u zegt in uw argumentatie,
onder punt 3 dat de aankoop van de voorliggende percelen grond past in het gemeentebeleid. Terwijl de VVD juist in de veronderstelling verkeerde dat de gemeente geen gronden meer zou aankopen ter speculatieve doeleinden. En dat is dit uiteindelijk wel. En te meer ook omdat u zegt in argument 2 dat de gemeente hierdoor regieven krijgt. Terwijl wij gisteren nog een bijeenkomst in Bergentheim hoorden dat de gemeente regie ook heeft door middel van publieke maatregelen, waaronder een bestemmingsplan. Dus de vraag is dat dan nodig hier om zo'n nodige regie te krijgen? Maar ook dan, dus als die vragen dan positief beantwoord zouden zijn, de hele methode die hiervoor ligt. Want u moet een bod doen in de zogenaamde gesloten envelop bij de curator. En wat doet u vervolgens in een vergadering hier, die ongetwijfeld volgens de burgemeester, althans door heel veel mensen worden bekeken via de nieuwe media. Besluit u hier, doet u een voorstel om uw prijs alvast kenbaar te maken. Dan hoef je geen hele goochem maar vastgoedboer te zijn om daar een paar euro bovenop te doen om vervolgens in een andere gesloten envelop bij dezelfde curator een ander bod te doen. Dus de vraag is, wilt u überhaupt, zou u deze gronden zo graag willen kopen? Had u dan niet een andere methode moeten kiezen? Wellicht het voorbehoud wat u maakt bij de raad, maar dan in ieder geval niet kenbaar maken op een euro nauwkeurig wat uw bod gaat worden. En dan ten slotte, voorzitter, brengt u zelf ook nog wat grond in. Dat doet u voor een waarde die aanzienlijk lager is. Dus de vraag is dan, is die prijs ook überhaupt conform uw eigen grondpolitiek? Dat voor de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Altijd nadeel als je naar de heer Gelling komt, dan heeft hij het gras al weggemaaid. Want ik had er namelijk ook twee over de argumentatie. En de eerste is over de regievoering. Nou, daarvoor hoef je ze tegenwoordig niet meer te kopen. Om regie te kunnen voeren. Dus dat argument dat klopt niet helemaal. En daarna zegt u ook van het past binnen het gemeentelijk grondbeleid. Ja, het alleen opschrijven van zo'n zinnetje vinden wij wel heel erg smal. U had ook neer kunnen zetten, het past binnen de begroting. Of elk ander argument. Dus ik zou dat niet meer zo opschrijven in de volgende keer. Maar waar wel een punt zit is ten aanzien van de financiële paragraaf. Deze vinden wij niet scherp genoeg. We hebben het hier even over het grondbedrijf. Dus dan willen we ook graag bedrijfsmatig hiermee omgaan. Dan willen we weten, wat zijn de structurele lasten? Want dat hoort gewoon bij een financiële paragraaf. Dan willen we weten, wat is het verdienmodel erachter? Wat zijn de verwachte opbrengsten? En dan lees ik dat we direct bij het inbrengen van de GREX een verlies boeken van 55%. Dat is ook een mooie bedrijfsvoering. Ik ben gewoon even benieuwd wat de wethouder van mijn lijntje. Dank u wel, meneer Stelpstra. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de vragen van de heer Gelling die komen mij goed van pas. Ik heb ze gesteld, ik heb antwoord gekregen. Ik ben zeer benieuwd of de antwoorden gelijkluidend zijn. Dan een ander punt. Ik denk dat het goed is dat het gewoon even beduidelijk wordt. Die spreekt hier over nabetaling van 394.000. En ik neem aan dat dat gaat omdat dat pas betaald wordt als de bestemming bouwgrond erop ligt. Maar het is gewoon onduidelijk zoals het hier staat. Het roept te veel vragen op. Dan de voorgeschiedenis. Ja, mega home. Ik kreeg er mega kriebels van. Maar het is al zo lang geleden. En ik begrijp dat we eigenlijk iets kopen uit het failliete boedel. Waarschijnlijk hebben we er in het verleden nog flink op ingelegd, tekortgeschoten. Maar ik besef ook aan de andere kant, je moet verder. Dus op zich kunnen we het voorstel wel leven, maar geef alsjeblieft duidelijkheid. Dank u wel. Meneer Van den Berg. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA is groot voorstander van bouwen naar behoefte in de kernen. Met deze aankoop zijn woningbouwinslagharen voor de langere termijn zeker gesteld. Een fantastische ontwikkeling. Maar de CDA-fractie heeft wel een aantal vragen nog. En de eerste is een nieuwsgierige vraag. Is die bieding al geaccepteerd door de curator? En voorzitter, het bedrag van de bieding, dat is toch iets anders dan de heer Gelling voorstelt, kon bekend worden gemaakt omdat de mogelijkheid tot bieden was gesloten. Maar deze manier van werken is volgens de CDA-fractie niet erg handig. Daarom is de vraag dan ook, welke procedure is het college van plan te volgen bij eventuele toekomstige strategische aankopen? En dan de laatste vraag, voorzitter. Moet er voor de nabetaling wederom krediet beschikbaar worden gesteld? Of is met het vaststellen van dit raadsvoorstel daar ook geregeld?
Dank u wel, meneer Van den Berg. Geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder voor de beantwoording van de vragen. Dank u wel, voorzitter. Het is enige tijd geleden dat we dit soort materie bij de kop hebben gehad. Ik schat in zo ergens voor 2012. En ook in het college was het daarom wel even kijken wie voor deze ontwikkelingen verantwoording aflegt aan uw raad. Vanavond mag ik voor u staan, aangevlogen vanuit de portefeuille Wonen en Volkshuisvesting. Moet ik uw tijd een beetje eerlijk verdelen natuurlijk op zo'n avond. Maar de volgende keer zou dat ook zomaar, althans bij een eventuele volgende keer, laat ik daar nog voorzichtig mee zijn, zou dat ook maar zomaar de portefeuillehouder grondbedrijf kunnen zijn. Voorzitter, ik dacht dat de heer Brokerman het vanuit financiën deed, aangezien het een begrotingswijziging was, maar dat was... Ja, voorzitter, wat zou ik zeggen? De raad beschouwt het college uiteraard als één geheel dat met één mond spreekt, dus volgens mij zit dat wel goed, meneer Stelpstra. Goed, nu de locatie van de percelen in Slagharen. Al in een redelijk ver verleden is eens uitgesproken dat wanneer er in Slagharen behoefte is aan woningbouw, dat we dat willen richting de noordelijke richting, dat dat de meest logische is. Dat staat ook in de structuurvisie die u in 2003, dus al een hele set geleden, heeft vastgesteld. Echter toen de Bonte Wever in brand stond, afgebrand is, heeft men besloten om eerst daar woningbouw te gaan ontwikkelen voor we verder gaan in de noordelijke richting. Nou, van die locatie verwachten we dat in de komende 5 jaar, dat die in de komende 5 jaar eigenlijk volledig ontwikkeld zal zijn. En als ik dan kijk naar de trends die we met elkaar volgens mij ingezet hebben, minder centraal bouwen, bouwen naar behoefte, ook daarbij in gedachten nemen de convenanten met de plaatselijke belangen, dan is het voor de hand liggend, voorzitter, om te kijken waar we in Slagharen nog uitgebreid kan worden. Nou, aan de noordelijke kant van het dorp, daar hebben we al wat gronden in het bezit. En in het verleden zijn er met mega vastgoed afspraken gemaakt om woningbouw in deze richting te realiseren. En toen die percelen in een veiling voorbij kwamen, hebben we gemeend om te kijken of we hier een extra kans kunnen pakken om de regievoering van woningbouw in Slagharen, om daar een extra impuls aan te kunnen geven. Ik kom daar zo nog even op terug. Eerst even naar het proces, voorzitter, want daar werd ook door de heer Gelling bijvoorbeeld bij stilgestaan. Ja, en ook in het college hebben we zitten worstelen met dat proces. Hoe kunnen we dat het beste aanvliegen zonder afbreuk te doen aan onze eigen positie als gemeente en die van uw raad natuurlijk in het bijzonder daarbij. Nou, voor 2012 was er sprake van ruimte voor het college met de verantwoording achteraf. En de hoogte van die vrije voet, noem ik het maar even, was destijds in de orde van grootte 2 miljoen, geloof ik. 2 miljoen, ja, dat is correct. En ten tijde van de crisis heeft de raad van destijds, ik snap er nu niet zo heel veel meer van, maar de raad van destijds heeft besloten om alle grondtransacties via de raad zelf te laten lopen. En wij hebben dus gemeend om niet zonder voorbehoud van uw instemming te kunnen bieden op deze percelen. Nu, een veiling die heeft ook een einddatum, een sluitingsdatum, dus we konden op een relatief veilige manier, of een veilige route vinden om uw raad te betrekken. Maar, ik zeg er ook wel bij vanuit het college, wij zouden graag ook met u in gesprek gaan om te kijken hoe we bij eventuele toekomstige gevallen hiermee omgaan. Of we daar met elkaar een andere modus voor willen vinden of niet. Ik mag even heel kort een vraag vragen, want meneer Van den Berg bracht me net wat in verwarring door te stellen dat de veiling al heeft plaatsgevonden. Uit de hele zinsneden hier blijkt dat niet, hè, dat u nog zou gaan bieden. Maar begrijp ik nu ook de woorden van de wethouder dat die veiling al lang heeft plaatsgevonden. Maar waarom staat hij dan dat u waarschijnlijk niet de enige bieder zal zijn, dat u een bieding zal moeten doen? Dat zijn toch allemaal, dat doet toch allemaal voorkomen, alsof u hier toestemming vraagt om een bod te gaan doen? Dat klopt, even uit mijn hoofd. De veiling is gesloten op 1 februari uit mijn hoofd, moet die kant op kijken. Vrijdag 1 februari. Wij moesten in die week daarvoor de stukken aanleveren voor uw raad. Dus dat is de verklaring waarom, zeg maar, in de stukken gesproken wordt over het doen van een bod. U heeft donderdag zijn stuk ontvangen. Maar een vraag dan, voorzitter. Gaat dit betoog dan eindigen met we hebben het gekocht en we vragen nu nog om toestemming voor de
voor de aankoop? Of wat u maakt het nu wel heel spannend, want u weet al wat de uitkomst is van het hele verhaal. Kijken hier nog naar een toestemming voor een veiling. Ik geef even het woord aan de portefeuillehouder, maar ik denk dat het in het stuk staat. Maar ga uw gang. Nou, misschien is het goed dat ik dan meteen ook de vraag van de heer Van den Berg beantwoord. Dan hebben we dat ook meteen. We weten dat nu nog niet. De curator heeft aangegeven een periode nodig te hebben om zich te beraden op de biedingen die gedaan zijn. Maar het is dus niet zo dat op het moment dat wij u de stukken gegeven hebben, met daarin ook de bedragen die geboden zijn, dat daarna zeg maar, marktpartijen dat hebben kunnen lezen en nog opnieuw hoger hebben kunnen bieden. Wil ik meteen even op doorgaan, want stel nou dat de gemeente bijvoorbeeld niet... Voorzitter, konden... maar... Nee, ik wil even meneer Breukeman de gelegenheid geven antwoord geven, want volgens mij heeft u de vraag van meneer Gelling namelijk niet beantwoord, maar ik heb het gevoel dat dat nu gaat komen. Maar mevrouw de voorzitter, als ik met meneer Gelling even tevreden mag stellen, ik ben aan het antwoord gekomen door een aantal technische vragen te stellen en toen is mij duidelijk geworden dat de bieding was gesloten. Ja, ik probeer de lat zelf wat later laag te leggen, maar de voorzitter helpt niet wat dat betreft. Even opgeven, want dat vind ik aardig dat meneer Van den Berg dat doet, maar dat doet niet af aan de tekst die hiervoor ligt, die echt toch volstrekt suggereert zonder dat daar een technische vragensteller bij was in geval ikzelf. Dat we het hier hebben over een totaal andere casus dan die nu voorligt. Meneer Breukeman. Meneer voorzitter, als die passage moet worden toegevoegd, dan doen we dat van harte uiteraard. Risico's B. Maar voorzitter, nog even. Het is toch een hele duidelijk voorstel. U zou moeten vragen aan de raad van, joh, we hebben een bieding gedaan onder de opschortende voorwaarden dat de raad akkoord gaat. En gaan jullie akkoord met de bieding zoals we die gedaan hebben? Maar dat is exact de casus zoals die hiervoor ligt. Ja, maar dat is niet wat hier staat in het voorstel. Dat is een heel andere gedachte dan dat u nu voor hebt. Dan had ik het ook wel graag namelijk de financiële onderbouwing al bij gehad. Om eens te kijken wat we nou precies gaan doen dan. Nee, voorzitter. Wij moesten voor 1 februari reageren met de bieding. We hebben u voortijd de stukken doen toekomen waarin we aangeven wat wij zouden willen. En volgens mij is dat onder risico's.b ook als zodanig benoemd. Maar als we daar dan op doorgaan op dat risico, hè, van wel of niet zelf positie hebben in het gebied, ja, dan zou ik zeggen, hè, want u zei ook van, nou, moeten we dat wel of niet doen? Doen we dat nog? Past het nog bij het beleid dat we hebben? Nou, volgens mij hebben we met elkaar destijds afgesproken dat we situationeel kijken of we nog actief grond willen kopen of niet. Hè, of dat we dat passief mee willen kijken in de bestemmingsplannen. Want als je daarnaar kijkt, maakt het dan wat uit of de gemeente de grond heeft. Of een marktpartij. Nou, voor een gedeelte wel, voor een gedeelte niet. De gemeente is aan zet daar waar het gaat om het bestemmingsplan. Dus hè, die kan daar de regie voeren. De gemeente kan nog wat eisen als het gaat om het programma van woningbouw wat ter plekke komt. Alleen op het moment dat je zelf eigenaar bent van de gronden, dan kun je natuurlijk wel wat meer tempo maken als het nodig is. Je hebt wat meer regie op het tijdspad. En laten we wel wezen, als je het hebt over woningbouw, heb je ook de financiële revenuen daarvan. Dat, voorzitter, even als verschil tussen wanneer een marktpartij ontwikkelt of wanneer we dat als gemeente doen. Nou, zoals ik zei, we hebben nog geen... Toch nog een vraag. Want u hebt het nu over financiële revenuen, maar die zie ik dan weer niet terug in het voorstel wat hiervoor ligt. En overigens, de reden dat u afgetopt was van uw 2 miljoen vrijheid om te handelen, was juist omdat de revenuen die u in het verleden uw voorganger was voorhield, achteraf niet gehaald werden en er afboekingen waren. Dus als u zegt, we hebben revenuen, had u die wel ergens mogen vermelden in dit plan wat dus voor ligt? Punt duidelijk, meneer Gelling. Ja, voorzitter, kijk, volgens mij vertaal je dat normaal gesproken in een grex. Dus op het moment dat je nu de grond aankoopt als MVA op de balans, zet je ze daar neer. Je hebt een financieringsbehoefte nu de grond aan te kopen. Op het moment dat je in ontwikkeling gaat, maken we met elkaar een grondexploitatie. Met aan de ene kant de aankoop van de gronden, de rente die daarbij hoort, bijvoorbeeld het bouwrijp maken en anderzijds de opbrengsten van de woningbouw. Ik begrijp van u dat u graag inzichtelijk had gezien wat daar dan de verwachte opbrengsten van zijn. Dat is correct, voorzitter. Ja, kijk, normaal gesproken doe je dat bij het opstellen van die grondexploitatie, maar ik wil best eens even in de orde van grootte de komende week kijken of ik daar iets van op papier kan zetten. Dat u in ieder geval wat gevoel heeft bij die materie wat dat betreft. Ook even vergelijkend misschien aan wat andere casussen in onze gemeente. Zoals ik al zei, voorzitter, dus nog geen bericht van de curator. Dat komt in de komende weken en zodra daar meer over bekend is, breng ik u daar uiteraard graag van op de hoogte. Dan ben ik al een heel eind, denk ik.
Ik heb iets gezegd over de balans, over de greks. Ik meen, voorzitter, dat ik daarmee dan... Volgens mij ging er nog iets over een nabetaling. Ja, maar ook over de regie. Of het nou noodzakelijk is om regie te hebben door middel van aankoop. Had u dat niet, door middel van bestemmingsplannen en dergelijke, voldoende grip op deze materie kunnen hebben? Ja, voorzitter, dan val ik wel een beetje in herhaling. Je hebt als gemeente sturingsmogelijkheden. Als een marktpartij ontwikkelt, gaan wij nog altijd over het bestemmingsplan. En je kunt ook proberen, en daar biedt het bestemmingsplan ook wel wat mogelijkheden voor, om in het programma van wonen wat af te dwingen. Maar het is wel zo, op het moment dat je als gemeente zelf de gronden hebt, dan kun je ook wat meer regie houden op het tijdspad van ontwikkeling. En laten we wel wezen, je pakt in dit geval denk ik ook een financiële plus. Maar daarover heb ik gezegd dat ik u daar nader over zal informeren. De nabetaling, een vraag van de heer Kloekos, is me niet helemaal helder. Kunt u het nog één keer herhalen misschien? Het allerlaatste deel van financiën. Er wordt aangegeven dat er nog een nabetaling ter grootte van 294.000 komt. En ik maak de veronderstelling dat dat te maken had zodra het bogen is. Maar ik geef mijn mening graag van ander. Ja, correct. Die 483, die gebruiken we nu om de percelen aan te schaffen. En in ons bod dat we gedaan hebben, we gezegd op het moment dat we ook tot ontwikkeling komen, dan is dit de nabetaling die erbij zit. En dan ga je van mij van 10 naar 20 euro. Komen we dan terug voor krediet? Nee, u vraagt krediet voor die 483.000 euro. De nabetaling wordt dan geregeld vanuit de op te stellen greks met elkaar. En dan voor... Ja, waarmee ook de vraag van meneer Van den Berg beantwoord is, volgens mij. Meneer Stelpstra? Dank u wel, voorzitter. Mijn punt ging met name over de financiële paragraaf. Daar ging mijn grootste kritiek over. Ik weet niet of de wethouder het deelt dat het een wat zwakke paragraaf is. Hè? Omdat er niet zoveel structurele last wordt die benoemd. Wat is het verdienmodel nou? Ik hoorde net dat u bij de heer Gelling dat al toe heeft gezegd. En heb ik het goed gelezen dat we direct 55% verlies gaan boeken. Nou, dan kan u vast een mooi technisch verhaal over geven. Ja, voorzitter, ik zal proberen op hoofdlijn te houden. Ik zeg u toe dat ik nog even naar die financiële paragraaf kijk. Of kijk wat we daar nog aan toe kunnen voegen. Om meteen even kort te reageren, voorzitter, op de punten die de heer Stelpstra aangeeft. U spreekt over een structurele last. Ja, kijk, als we het hebben over een structurele last, dan moet je dat als volgt zien. Financieringsbehoefte voor dat 500.000, even afgerond. Daar geldt een rentepercentage over. Maar die rentepercentages zijn momenteel zo laag. We kunnen een bedrag even berekenen, maar dat is ontzettend laag. U weet ook dat ik bij de begroting vorige keer heb gezegd dat we op dat moment een negatieve rentestand meemaakten als gemeente. U krijgt dus gewoon gratis geld, zegt u dat nou? Nou ja, gratis is misschien niet helemaal, maar het kwam al af en toe goed uit. Maar inderdaad, dus die rente... ik krijg echt een déjà vu gevoel met zulke uitspraak. Dat déjà vu komt mij niet bekend, voorzitter. Voorzitter. Maar laten we daar even op terugkomen in de paragraaf. Maar dan hebben we het dus over kleine bedragen. Als je het hebt over het bezit hebben van die gronden, als materiële vaste activa op je balans, dan geldt daar nog geen rentelast voor. Op het moment dat je hem in je grondexploitatie gaat brengen, dan geldt die rentelast wel. Dus we hebben nu zuiver en alleen over die financiering van het bedrag. Dan kwam je nog tot een percentage van 55%. En volgens mij, voorzitter, is de heer Stelpstra daar op het verkeerde been gezet door de tekst in de paragraaf financiën. Namelijk, ik denk dat u de rekensom maakt van het biedingsbod naar 4,5 euro. Maar dat is een misverstand wat dat betreft, want die 4,5 euro per vierkante meter die erin staat, die is gebaseerd op de huidige gronden die wij nu al in het gebied hebben. Ja, dus de gebieden die we aankopen, komen voor de aankoopwaarde in de boeken wat dat betreft. Dus we delen met elkaar dat de financiële paragraaf wat beter kan. Dat is fijn. Hier en daar misschien wat moeten worden aangescherpt, voorzitter. Oké, dat wordt een semantische discussie. Laten we die niet met elkaar voeren hier. Is er behoefte aan een tweede termijn? Geen behoefte aan een tweede termijn? Voorzitter, is er op zich niet verstandiger dat we die financiële paragraaf maken en dat we definitief akkoord hebben van de curator? Want anders doen we heel veel werk voor niks misschien. En voor mede ambtenaren tijd die is kostbaar, dus...
Nou, voorzitter, volgens mij is het voor ons helemaal niet zo lastig om even voor uw papier te zetten. Wat is de structurele last uit de financieringsbehoefte die er is? Even helder neerzetten dat die 4,5 euro gebaseerd is op onze huidige grondpositie en niet op de nieuwe aankoop. En dat we even een korte passage melden over wat is er nou grofweg te verwachten op het moment dat je van de aankoopwaarde naar tot ontwikkeling komt. Waar hebben we het dan over? Met even een voorbeeldje erbij dat we even wijzen nou ja, naar een huidige locatie of zo. Dat we dat even, maar om nou te wachten, daar voel ik zelf niet zoveel voor, voorzitter. Want we hebben geboden onder ook voorwaarden dat de raad instemt. Ik kan me zo voorstellen dat als de curaat nog langer het nadenken is, dat misschien een extra mooi argument is dat de raad een besluit genomen heeft. Ik hoor een prachtige toezegging. Ja, dat ik heb ook een toezegging gehoord. Is het niet gelukt om toezeggingen te ontkomen vandaag? Nee, heel goed. Dan ga ik u nu toch de vraag stellen of het een bespreekstuk of hamerstuk wordt. Voorzitter, mag ik toch nog een vraag stellen? Als u snel bent, meneer Van den Berg. Ik ben heel snel. Ik had de vraag gesteld van het college, welke procedure wil het college voor de toekomst eigenlijk maken? En de portefeuille heeft er wel wat over gezegd, maar ik heb nog geen duidelijk antwoord gehad. Oh, ik heb het niet goed begrepen, dan ga ik natuurlijk ook. Daar doe ik geen uitspraak over, voorzitter. Het is wel zo, hè, nu het format van die veiling was met die sluitingsdatum, kon het om op deze manier u mee te nemen. Maar ik kan me zo voorstellen dat stel je wilt in de toekomst nog een keer een andere strategische aankoop doen, die niet in een veilingsformat valt, ja, dan is het wel heel ongemakkelijk om in deze openheid naar uw raad te gaan. Laat staan met ook bedragen erbij, want dan heb je natuurlijk geen enkele positie in de markt. Dus waar ik u toe op heb willen roepen is laten we binnenkort met elkaar in gesprek gaan om te kijken, ja, kunnen we daar een bepaalde modus voor vinden? Wilt u dat als raad? Of zegt u nee, dat willen we niet, we willen nou ja, iets anders of niet meewerken aan die strategische aankoop. Nou, voor mij moet daar eens een keer met elkaar het gesprek over aangaan, want nu kon het, omdat het via een veiling ging. Alleen, ik kan me heel goed voorstellen dat het niet altijd passend is. Voorzitter, ik ga graag het gesprek aan, maar deze toezegging had ik nog niet eerder gehoord. Oké. Okay. Dus, dank u wel. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga ook graag dat gesprek aan. Al wist de voorganger van deze wethouder daar wel mee om te gaan. Ik zou ook nog graag het gesprek aangaan over de visie op het grondbedrijf. En wellicht past dat hier ook bij deze discussie. Hè. We hebben het ook over een stukje mandatering. En dus wellicht kan dat ook bij elkaar geraapt worden. We hebben ook nog de discussie over de financiële cyclus. Dus ik zie verschillende onderwerpen om verder te praten. Volgens mij kunnen we dat als college positief beantwoorden. Mooi. Ik ga nog een keer de vraag proberen te stellen. Bespreekstuk of hamerstuk? Wat ons betreft een hamerstuk. Dat we het inhoudelijk wel eens zijn, maar we verwachten wel een dijk van een financiële paragraaf erbij. Oké. Okay. Hamerstuk. Nou, voorzitter, lijkt mij dan wel correct om even voorlopig te agenderen in afwachting van die dijk van een financiële onderbouwing. Dat we daar dan even nog iets van kunnen vinden in deze formele vergadering. Ja, maar mijn vertrouwen is zo groot dat ik dat verwacht. En als dat niet zo is, dan gaan we bij de agendavaststelling dat kan op, ook, de agenda kun je het op de agenda. Dus ik zou dat zie van invullen, vind ik ook prima. Het effect zal dan hetzelfde zijn. Oké, dan gaat hij als hamerstuk naar de raadsvergadering. Onder voorbehoud van de financiële paragraaf, de inhoud daarvan. Mooi. Agenda punt 6, fusie van het Kompas in Radewijk en Den Velde. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Van der Veen, mevrouw Soeten. Ja, ik wil graag het rijtje rond. En meneer Schuurman, verder niet. Niet dat ik weer vingers mis, mevrouw Kelder. Oh, en ook, is dat mevrouw Kloekhorst of meneer Jong? Mevrouw Kloekhorst. Mevrouw Kloekhorst, mevrouw Kelder, meneer Schuurman. Mevrouw Kelder, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Per in augustus 2019 fuseren. En dan fuseren twee scholen, CBS, het Kompas en OBS Den Velde. En ze komen tot een samenwerkingsschool. En wel in het gebied de Radewijk Den Velde. Wij zijn daar blij mee dat dit kan ontstaan in zo'n gebied. En dat er toch een plattelandsschool blijft bestaan in dat gebied.
Ons wordt gevraagd om in te stemmen met de statutenwijziging van Arcade. Daar kunnen we dus mee instemmen. Nou staat verder in een stuk, onder stukje financiën, van ja, hoe gaat het nu verder? En missie kan de wethouder ons daar even een beeld van schetsen wat de verdere zaken nodig zijn om verder te kunnen als samenwerkingsschool. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. 50PLUS is ook heel content dat in dit deel van de gemeente een school open blijft. Er wordt gevraagd aan ons of wij kunnen instemmen met de conceptstatuten. En dat kunnen wij niet. Om de doordeelvoudige reden dat onder het derde punt van de inleiding staat dat deze scholen staan in de gemeente Ommen en niet in de gemeente Hardenberg. Oké. Daar is vast een verklaring voor, meneer Schuurman, maar dat laat ik graag aan de portefeuillehouder. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Het voorstel benadrukt wat ons betreft de kracht van de kleine kernen en het lef om zelf naar een oplossing te zoeken, ook al is dat soms een uitdaging met beproevingen. We willen de scholen, ouders en andere betrokkenen complimenteren. Het heeft geleid tot dit raadsvoorstel, overstijgend aan de verschillende identiteiten van onderwijs met een gezamenlijk doel om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op het platteland te behouden en te versterken. Op de tribune zien we ook inwoners van Radewijk en Nevelde, wat alleen maar die betrokkenheid onderstreept. Wat ons betreft is dit een voorbeeld voor anderen en we wensen de scholen veel succes. Hartelijk dank. Mevrouw Van der Veen. Ja, enerzijds is het natuurlijk jammer dat een plattelandsschool vanwege te lage leerlingenaantallen genoodzaakt is te onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer voorhanden zijn. En tegelijkertijd is de ChristenUnie ontzettend positief over het feit dat er een mogelijkheid tot fusie gevonden is en dat een openbare en een christelijke school tot een identiteit van een samenwerkingsschool kunnen komen. Dit is wat ons betreft, ondanks de reden van te lage leerlingen, toch wel een waardevolle verbinding te noemen. De ChristenUnie staat positief tegenover het voorhanden zijnde voorstel, waarbij oog gehouden wordt voor het waarborgen van het lokaal onderwijs, het toekomstbestendig maken van kwalitatief onderwijs en de continuïteit hierin. Ook willen we onze waardering uitspreken over de verschillende kanalen die beide scholen gezocht hebben om te onderzoeken wat er leeft bij de oudersverzorgers van de huidige leerlingen en de actieve communicatie die hierin weer ondernomen is. De ChristenUnie pleit voor het behoud van krachtige kernen met dorpsscholen en hoopt dat door deze fusie kinderen uit de omliggende omgeving lang van goed lokaal onderwijs kunnen genieten. En we wensen de betrokken partijen succes bij de voorhanden zijnde fusering en roepen op om oog te houden voor het belang van de schoolgaande kinderen gedurende de fusering. We hebben verder geen vragen. Dank u wel, mevrouw Van der Veen. Mevrouw Soete. Dank u wel, voorzitter. Ja, net als voorgaande sprekers zijn wij ook blij om te lezen dat de oude groepen van beide scholen zijn gehoord. Alle belanghebbenden hebben mee mogen denken. En ook vinden wij het net als vorige sprekers belangrijk dat kleine kernen vooral krachtige kernen blijven. En dat kinderen uit kleine kernen in eigen buurt naar de basisschool kunnen. Door deze fusie lijkt dat goed gerealiseerd. Echter in de rapportage staat dat er nog een aantal zaken geregeld moeten worden. En één daarvan is de huisvesting. Die wordt als laatste genoemd. En daar hebben wij wel zorg, dan niet per se over, maar wel voor. En we willen daar graag aandacht voor vragen. Dat daar goed over nagedacht en meegedacht wordt. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. En dank voor de woordvoerders in de raad. Met name voor alle lof voor dit initiatief. Dat hebben wij misschien niet in het stuk zo positief of uitbundig opgeschreven, maar natuurlijk waren wij ook positief over dit voornemen. Sowieso alles wat de onderwijskwaliteit voor de kinderen in deze gemeente ten goede komt, daar kan je natuurlijk alleen maar voor zijn. En inderdaad, beter één samenschool dan één school. En daar zou het op termijn misschien dan toch wel op uit zijn gedraaid. Dus wat dat betreft zijn wij blij om te horen. En ik weet zeker ook de scholen en de betrokkenen op de tribune dat deze raad op zich zo positief tegenover deze fusie staat. Wat betreft het woord Ommen in de statuten, daar staat ook zelfs nog Koevoorde erbij.
Maar dat heeft ermee te maken dat de Stichting Arcade ook in meerdere gemeentes werkzaam is. Mag ik daarop reageren? Ja, natuurlijk. Je staat dus duidelijk in, thans is wijziging van de statuten noodzakelijk om dan een school gelegen in de gemeente om een onderwerp te maken. Nou, in de onderhavige stichting. Dat kan dus niet. Nee, dat kan niet. Dat ben ik met u eens. Dan heb ik een andere alinea net even snel opgezocht. We gaan er achteraan en we zorgen dat dat sowieso natuurlijk wordt gecorrigeerd. Dat spreekt voor zich. Wat betreft, dat is ook door een aantal mensen genoemd, wat nu en hoe staat dat met, ik denk dat u het gebouw bedoelt. Zoals eerder aan uw raad is toegezegd, komen we op korte termijn met een actualisering van het integraal huisvestingsplan. En wat ons betreft, dat is de bedoeling, daar zijn we ook over in gesprek, is de nieuwe huisvesting of de bestaande huisvesting, maar dan aangepast van de huidige of de toekomstige school, zal daarin opgenomen zijn. Dus daar zijn we over in gesprek en over niet al te lange tijd krijgt u die informatie, maar dat willen we heel graag integraal natuurlijk in dat huisvestingsplan ook met alle andere onderwijshuisvestingsplannen aan u voorleggen. Ik geloof dat ik hiermee de vraag heb gehad, voorzitter. Ja, volgens mij is dat het geval. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee, wordt het een bespreekstuk of een hamerstuk? Hamerstuk, hè? Ja. Dat is mooi. Dan zijn wij toch bij de rondvraag uitgekomen. Agenda punt 7, zijn er nog... hebben mensen nog iets voor de rondvraag? Niet. Dan sluit ik bij deze vergadering en ik dank u voor uw inbreng. En ik denk dat we eigenlijk nu naar de besloten sessie toe gaan, meteen. En die zal in het restaurant boven zijn. Hartelijk dank.